Dames en heren, goedenavond. U hoorde onze leadermuziek hier in de balie. Welkom allemaal. Fijn dat u er in zulke grote getalen op bent afgekomen om te praten over de stand van zaken van de psychiatrie hier in Nederland en Vlaanderen. Dat zullen we straks doen met inmiddels best wel lokaal beroemde Paul Verhagen. Welkom alvast, fijn dat u er bent. Hoogleraar aan de Universiteit van Gent, publicist en natuurlijk met name ook sprekend aan de hand van dit essay wat u heeft geschreven. Eigenlijk een opdracht van Nieuw Licht, een mooi initiatief. De heren zitten hier ook vooraan in de zaal, die met grote regelmaat denkers vragen om te reageren op, je zou kunnen zeggen, klassieke vraagstukken. En met een moderne antwoord, hoe gaan we daarmee om? En vandaag staat eigenlijk centraal, ja, wat is normaliteit? Wat is de afwijking? Wat is de norm van onze samenleving? En in hoeverre leggen we die onszelf op? Daar heeft u een heel mooi boekje over geschreven. Mijn naam is Lennart Boy. Dit programma is samengesteld door Sophie Ruttenfrans en Josien Bekers. En wij praten niet alleen met u, maar wij praten ook met hoogleraar Jim van Os van de Universiteit Utrecht. Hij zal straks als co-referent optreden. Heel fijn dat u er ook bent. En we hebben ook bekende Twitter-pastoor, de heer Peperstraten, gevraagd om straks te reflecteren vanuit het geloof, vanuit de zingeving en de ethiek op dat gebied. Het is denk ik belangrijk om nog even terug te gaan naar de opdracht die u heeft gekregen, voordat we u straks ook vragen om een uitgebreider verhaal te houden. Om eigenlijk na te denken over de vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk in de huidige psychiatrie? In hoeverre is dat nou een doordachte wetenschap? Of in hoeverre is het misschien ook wel een reflectie van het moment van nu, van de samenleving, zoals wij kijken naar normaliteit en afwijkendheid? En u zelf bent ook heel sterk gaan kijken naar de Franse filosoof Michel Foucault. Die eigenlijk een hele mooie kernvraag stelt. En u zegt dat is de kernvraag van zijn volledige werk. Op welke manier gaan wij om met datgene wat ons vanuit het diepste van ons wezen angst aanjaagt? Hoe gaan wij om met waanzin, met ziekte, met grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit? En het antwoord op Foucault's grote vraag, zegt u, schemert eigenlijk al door zijn hele werk heen. Wat me beangstigt, zegt hij in mijzelf, probeer ik onder controle te krijgen bij iemand anders. En dat geldt niet alleen maar wat wij individuen met elkaar doen, maar dat geldt eigenlijk voor de maatschappij. De maatschappij probeert eigenlijk ook de controle op de ander uit te oefenen. En u zegt daarmee eigenlijk, ja, is waanzin dan opgelegd door de normen en waarden van onze maatschappij? En kunnen we eigenlijk ons nog normaal wanen zonder een bevrijdende diagnose? Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid met u over hebben. Maar ik vind het ook belangrijk om even een kortere reactie uit de zaal te halen waarom u hier in grote getalen op bent afgekomen. We hadden zelfs wachtlijsten, net als in de GGZ, om hier te mogen komen. Wat verwacht u van vanavond? Een interessant verhaal. Ja, een verhaal waarmee u thuis kan komen. Nee, waar je over kan gaan nadenken. Oké, een zekere reflectie. Oké. Dat wil ik dan toch ook van een aantal andere vragen. Wat verwacht u van vanavond? Ik wil wel... Ja, eigenlijk, ik zelf lees Foucault ook graag. En ik ben ook verpleegkundige in opleiding. En ik werk in de GGZ en ik vraag mezelf af, moet ik ermee doorgaan? Omdat ik vind dat we heel veel normaliseren en disciplineren. En ja, soms vind ik het niet zo prettig, de manier waarop we dat doen. Dus het heeft ook een direct gevolg voor de manier waarop u zelf als professional wilt werken of niet, hoe je daarop reflecteert. Mag ik het ook aan u vragen? Wat verwacht u van vanavond? Ik ben nu zover dat ik toe ben aan de beschouwelijkheid over dit onderwerp. Ik ben de zoon van een psychose gevoelige vader. Ik ben de vader van een psychose gevoelige zoon. En door het leven, de loop van het leven, ben ik me steeds meer in de materie gaan inleven. Dus het was een mooi moment. En de titel van het boek, Intimiteit, duidt ook de gesprekken die ik gehad met zowel mijn vader als met mijn zoon naar aanleiding van hun eigen waan. Dat was het grote vorige boek van Paul Verhagen, wat hij heeft geschreven. Ja. En u zegt, dat is voor mij eigenlijk heel herkenbaar. Dat is misschien ook wel het lijntje waarmee je de communicatie hebt met elkaar, waarmee je toch tot elkaar doordringt. Ja, uiteindelijk, we als spelende met elkaar praten, dan hadden we over de krochten van ons brein. Maar uiteindelijk bleek het dat we zover konden komen met elkaar, dat we daar de intimiteit van mochten mee geven aan elkaar. Nou, mooi. Lijkt mij een mooi begin van deze avond. Dank jullie wel. Paul Verhagen, mag ik u vragen om ons mee te nemen in de samenvatting van uw essay? Gaat uw gang. Dames en heren, Paul Verhagen. Heel erg veel dank voor jullie belangstelling voor mijn werk dat ik heb kunnen schrijven dankzij de twee heren die voor mij zitten. Dat was eigenlijk echt wel
een godsgeschenk om op die manier eens opnieuw Foucault te lezen. En tot de vaststelling te moeten komen dat hetgene wat Foucault geschreven heeft in 1961 over de geschiedenis van de psychiatrie tot pakweg 1850, want dat is de periode die hij genomen heeft, dat die vandaag actueler is dan ooit. Dat is echt, dat was voor mij zelfs een verrassing toen ik dat boek herlas. En ik ga vertrekken van twee vrij bekende ideeën, bijna sloganesk. Het eerste luidt als volgt: wie zijn geschiedenis niet kent, die loopt het risico van die geschiedenis te herhalen. Dat is eigenlijk, denk ik, een klassieker. Een gradatie verder is het volgende: wie zijn geschiedenis ontkent, die is ze al aan het herhalen. En dat is eigenlijk wat we vandaag kunnen vaststellen voor de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen. Foucault heeft het uitsluitend over de psychiatrie. Je kan daar ondertussen makkelijk de psychotherapie bij rekenen. Goed, even heel kort schetsen wat Foucault beschreven heeft in zijn geschiedschrijving van de psychiatrie tussen pakweg 1650 en 1850. Want dat is wel belangrijk om die geschiedenis te kennen. Hij toont eigenlijk aan dat de psychiatrie ontstaan is met een uitdrukkelijke maatschappelijke bedoeling. En die maatschappelijke bedoeling was disciplinering en normalisering. In dat tijdskader had men natuurlijk al wetgeving, rechtbanken en gevangenissen om een aantal mensen uit het maatschappelijke te verwijderen. Men had ook institutionele religie en dat hielp ook best wel een flink stuk voor die normalisering en die disciplinering. Maar er waren een groep mensen die ontsnapten aan het wettelijke kader en die ontsnapten aan het religieuze kader. En die mensen werden benoemd als de marginalen, dus ons woord komt er eigenlijk van, ook omdat ze heel vaak aan de rand van de stad leefden. En met de opkomst van de moderne centrale staten wil men eigenlijk die straten netjes krijgen en die mensen verwijderen uit straat. En er kwam een koninklijk besluit in Frankrijk die ervoor zorgde dat al die mensen opgepakt werden en opgesloten in wat toen het asiel heette. En dat staat bekend als de grote opsluiting. En in één klap werden de steden plots een stuk netter, tussen aanhalingstekens. Bij die groep zaten er alle mensen die wij eigenlijk nu kennen vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Dat waren wat wij nu zouden noemen psychiatrische patiënten, maar ook bedelaars, ook mensen met een lichamelijke handicap, ook afgedankte prostituees, ook vreemdelingen, noem maar op. Die werden opgepakt en opgesloten. En gaandeweg zal daaruit een groep gedistilleerd worden, al naar gelang dat de verlichting verder doorgang vond. En die groep die daaruit gedistilleerd wordt, dat gebeurt op grond van de zich pas ontwikkelende medische wetenschap. En die zich pas ontwikkelende medische wetenschap, die zal die groep gaan benoemen als waanzinnigen, in Frans folie, in combinatie met het verlies van de reden, redeloosheid. Dus dat zijn de twee centrale kenmerken. Een waanzin en redeloosheid die gekoppeld worden aan het idee van een onderliggende ziekte. En dan wordt het interessant, want de blik op de ziekte wordt als volgt naar voren geschoven. Die mensen zijn waanzinnig geworden omdat ze verkeerde keuzes gemaakt hebben. Ze hebben gekozen om hun hartstochten, hun passies te volgen. En door het feit dat ze die keuzes gemaakt hebben, is er een overbelasting van hun zenuwstelsel ontstaan. En die overbelasting van het zenuwstelsel heeft ertoe geleid dat ze zenuwziek geworden zijn. De maladie nerveux. Dus je ziet daar een heel vreemde combinatie. Een ziekte op grond van foute morele keuzes. Heel belangrijk om dat mee te nemen. Een ziekte op grond van foute morele keuzes. En dus de behandeling die gedacht wordt voor die patiënten wordt dan ook logischerwijze benoemd als een morele behandeling. Traitement moral, moral treatment. In speciaal daarvoor gecreëerde instellingen.
En men werkt op twee lijnen. Enerzijds een zuiverende medische aanpak op het lichaam via diëten en lichaamsbeweging en baden, ook maanbaden en zonnebaden, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken of het werd geprobeerd om het lichaam te zuiveren en aan te sterken. En anderzijds een streng, autoritair, moreel-pedagogische omgeving om die mensen, letterlijk en figuurlijk mores te leren. Onze uitdrukking komt ook daarvan, iemand mores leren. Dus iemand terug in de juiste morele richting te sturen. Goed, de geschiedenis gaat verder. Ondertussen gaan we naar het einde van de 19e eeuw. En de medische wetenschap, zo beschrijft Foucault, gaat zich meer en meer gaan identificeren met een natuurwetenschappelijke aanpak. En binnen een natuurwetenschappelijke aanpak is er geen ruimte meer voor moraal. Dat hoort er niet in thuis. Wetenschap is waardenvrij. Wetenschap beschrijft alleen maar objectieve processen, noem maar op. En dus het idee van ziekte wordt losgekoppeld, dus het idee van psychiatrische ziekte wordt losgekoppeld van het idee van foute morele keuzes. De behandelingen, zo beschrijft Foucault, blijven disciplinerend. Maar er is een soort kloof tussen wat men in de praktijk doet en de theorie daarover. En Foucault stopt daar en hij stopt met de volgende stelling. Hoe meer de psychiatrie zich gaat identificeren met het natuurwetenschappelijk model, hoe meer ze gaat ontkennen dat ze moraliserend werkt, dat ze disciplinerend werkt, dat ze normaliserend werkt. Dus dat is voor hem dat zijn communicerende vaten. Hoe meer dat, hoe meer dat andere. Dan komen we naar onze tijd. Onze tijd, 1900. Dan zie je hoe dat de gezondheidszorg op dat ogenblik een moderne wending neemt met een figuur zoals Kraepelin en een figuur zoals Freud. En zij twee gaan elk een stuk nemen uit die klassieke beschrijving. Kraepelin zal de kant van de ziekte kiezen. Psychiatrische aandoeningen zijn ziektes. En Freud zal de kant nemen van het verlies van de redelijkheid. Mensen worden neurotisch omdat ze te veel hun passies volgen en daardoor eigenlijk een irrationele richting uitgaan. En je krijgt dus daar het ontstaan van wat wij vandaag de dag kennen als psychotherapie. En bij Kraepelin krijg je het ontstaan van wat wij vandaag de dag kennen als de psychiatrie als dusdanig. Kraepelin, in die volle overtuiging van ik heb te maken met ziektes, in die volle overtuiging wil natuurlijk die ziektebeelden zo wetenschappelijk mogelijk beschrijven. En dat is ook een verdedigbare aanpak. Dat is in eerste instantie heel zorgvuldig gaan observeren, klinische beelden gaan beschrijven, om van daaruit te komen tot de onderliggende verondersteld biologische oorzaken. Dat zal Kraepelin heel zijn carrière lang blijven doen. En iedere keer dat hij zijn handboek opnieuw publiceert, wordt het dikker en dikker. De laatste editie hiervan, dat is de 8e editie, bestaat al 4 of 5 boekdelen. Oorspronkelijk was het een dun boekje, uiteindelijk wordt het vrij dik. En het wordt een succesvolle mislukking. Succesvol omdat die vorm van psychiatrie heel Europa verovert. Een mislukking omdat Kraepelin zelf toegeeft dat hij er nooit in geslaagd is van ook maar één ziekte als ziekte te identificeren. Het blijft bij de beschrijving van toestandsbeelden. Toestandsbeelden die voorgesteld worden als ziektes, maar goed, zonder bewijs. Dan springen we over naar de hedendaagse tijd. En voor mensen die een beetje bekend zijn met het vakgebied, de hedendaagse opvolger van het handboek van Kraepelin, dat is de zogenaamde DSM, het handboek op grond waarvan diagnoses gesteld worden. Dat kent ondertussen ook al 5 verschillende edities. En je krijgt daar identiek hetzelfde verhaal als bij Kraepelin. Elke editie wordt dikker en dikker en dikker. En elke editie kent meer stoornissen dan de vorige. Ondertussen, bij de laatste editie zijn er iets van 90 bijgekomen, dacht ik. Ik zou mijn notas moeten nakijken om het exacte aantal te vinden. Goed, maar als we dan kijken naar de aard van die diagnostische beschrijving, waarvan dus ook gesteld wordt dat dit beschrijvingen zijn van ziektefenomenen, waarvan we helaas voorlopig nog de oorzaak niet gevonden hebben, maar die zullen we straks ongetwijfeld vinden, want dat zit in de hersenen. Als je dan de beschrijving gaat bekijken van die ziektebeelden, dan zie je altijd de volgende structuur.
Je krijgt een puntsgewijze opsomming van een aantal eigenschappen, affecten of gedragingen. Belangrijk om dat mee te nemen. Het gaat over eigenschappen, affecten of gedragingen. Waarvan telkens aangegeven wordt dat ze het zij te veel optreden, het zij te weinig optreden. En dan moet je natuurlijk de vraag stellen, te veel of te weinig, in functie van welke norm. En dan blijkt die norm te berusten op de intuïtie van de diagnosticus. En telkens opnieuw te berusten op een intuïtieve sociale normering. Iets komt sociaal gezien te veel voor, of iets komt sociaal gezien te weinig voor. En dus is het een stoornis, en in dit geval wordt het verondersteld een ziekte te zijn. Maar dat laatste, daar is tot nader order geen enkel bewijs voor, ondanks het feit dat er heel veel research naar gedaan wordt. Goed, maar wat is de implicatie daarvan? Als een diagnose, als elke vorm van psychiatrische diagnose, berust op sociale criteria over het te veel of het te weinig, wat is dan het doel van de behandeling? Het is vrij makkelijk om in te vullen. Het doel van de behandeling wordt dan het te weinig doen toenemen en het te veel te doen dalen. En dat betekent dat het doel van de behandeling onvermijdelijk sociaal disciplinerend is, sociaal normaliserend. Goed, dit wordt ontkend. Het gaat over ziektebeelden. Het gaat over veronderstelde hersenaandoeningen. Dus daar moeten we geen discussie over voeren. Wel, dit is mijn belangrijkste punt van kritiek. Niet zozeer op het feit dat we te maken hebben met een sociaal normaliserend of disciplinerend systeem, maar wel het feit dat het ontkend wordt. Dat is het voornaamste probleem. Want ik vermoed, en daar kunnen we er straks eventueel een discussie over treden, ik vermoed dat elke maatschappij of op een of andere manier een dergelijke systeem, een dergelijke praktijk nodig heeft. Dat heeft een bepaalde reden. De oorspronkelijke bedoeling van de psychiatrie was het beschermen van de maatschappij tegen potentieel gestoorde individuen. Dat is vandaag de dag niet veel anders. Alleen hebben we een uitbreiding gekregen, ook de bescherming van een individu tegen zichzelf en het helpen van dat individu. Dat is dan de psychotherapie. Maar als het aangegeven wordt dat het over ziektebeelden gaat, ja, dan kan je geen debat meer hebben over de normen die je gebruikt. En dan wordt het plots, naar mijn aanvoelen, vrij gevaarlijk. En even het meest belangrijke of het meest bekende voorbeeld geven, dat is homoseksualiteit. Tot diep in de jaren 70 was homoseksualiteit een psychiatrische ziekte die behandeld moest worden. En daar was geen debat over mogelijk. En uiteindelijk heeft men dat uit het handboek gehaald, op grond waarvan? Op grond van een stemming. Als je de geschiedenis daarvan bekijkt, dan ga je zien dat dat op die manier gebeurd is. Goed, op het ogenblik dat je ervan uitgaat dat de beschrijvingen die daar gebruikt als diagnostische criteria, dat dat sociaal normatieve zaken zijn, ja, dan heb je wel een debat daarover. En dan kan je daarover van gedachten wisselen. Dan kun je bijvoorbeeld afvragen of het normaal is dat twee kinderen tussen 6 en 12 6 uur per dag, 5 dagen per week in een klaslokaal zitten en verwachten dat ze stilzitten. Dan kunnen we daar een debat over voeren. Sommige mensen zullen zeggen, ja, dat is nodig. Anderen zullen zeggen, dat is niet nodig. Maar nu kunnen we daar geen debat over voeren. Het is gewoon zo. En wie daar niet aan beantwoordt, die is ziek. Maar dat vind ik fout. Dus dat is mijn belangrijkste kritiek. Goed, afrondend. Psychiatrie, als je dus Foucault bekijkt, is meer dan ooit geworden wat hij beschreven heeft. Een naïeve redenering zou nu kunnen zijn dat dat bij psychotherapie niet het geval is. Dat psychotherapie het betere jongere zusje of jongere broertje is van de psychiatrie en dat psychotherapie zich uitdrukkelijk inzet voor de patiënt en voor de cliënt en dus die zal proberen te helpen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel therapeuten dat ook proberen te doen, net zoals ik er ook van overtuigd ben dat heel veel individuele psychiaters hun mensen echt proberen te helpen. Maar als je op systeemniveau gaat kijken, ja, dan zie je dus iets anders. Voor de psychiatrie heb ik het al beschreven. Voor de psychotherapie geldt, merkwaardig genoeg, exact hetzelfde hoor. Dus ik heb dat straks al beschreven. Kreplin pakt het aspect ziekte, Freud pakt het aspect redelijkheid. En het onredelijke van mensen die aan neurotische problematieken gaan lijden. Wel, wat is de bedoeling van Freud als je hem leest? Freud schrijft letterlijk, met mijn methode kan ik een aantal irrationele, passionele,
onbewuste verlangens en aandriften bewust maken, zodat de persoon in kwestie in staat is van deze bewust te veroordelen. Dat is de bedoeling van de oorspronkelijke Freudiaanse psychoanalyse. Ik werk zelf psychoanalytisch, dus in die zin spreek ik nu even tegen mijn eigen winkel in, bij wijze van spreken. Goed, Foucault beschreef dat een toenemende verwetenschappelijking ervoor zorgt dat de ondergrond, dus dat disciplinerende, in toenemende mate ontkend wordt. Wel, de verwetenschappelijking van de psychotherapie, beginnende met Freud, is vandaag de dag de cognitieve gedragstherapie. Als je de bedoelingen van de cognitieve gedragstherapie gaat bekijken, dan komt dat exact op hetzelfde neer op wat Foucault beschreven heeft. Het identificeren van gedachten die irrationeel zijn, die onredelijk zijn, die vals zijn, en het vervangen door de correcte gedachten. En bovendien een training daarin. Met de bedoeling dus van mensen terug binnen dat redelijke parcours te brengen. Dus zelfs op het vlak van de psychotherapie zie je daar dat op systemisch niveau exact hetzelfde gebeurt. Dus mijn pleidooi, en daar ga ik afronden, mijn pleidooi is 1. Dat we opnieuw gaan naar een biopsychosociaal model. Als mensen problemen hebben, dan zijn het altijd die 3 aspecten die een rol spelen. Niet alleen het biologische, niet alleen het sociale, niet alleen het psychologische. Het is altijd een combinatie van die 3. We moeten dus op die manier gaan bekijken. En ten tweede, we moeten er ons heel sterk bewust van zijn dat het diagnostische systeem uitdrukkelijk sociaal normerend is. En ik vermoed dat dat onvermijdelijk is. Dat we daar niet eens buiten kunnen. Maar als we het toegeven, dan kunnen we er tenminste een discussie over hebben. En daar hoop ik ook op deze avond. Dank u. Paul Verhagen, dank. We zullen straks ook, zoals gezegd, Jim van Os vragen om als co-referent op te treden. We hebben straks ook nog mevrouw Tamara, die muziek gaat maken en 3 liedjes ten gehore zal brengen over wat er in je hoofd gebeurt. Dat album van u, dat heet ook In Je Hoofd. Maar voordat we Jim vragen om te reageren, toch nog eventjes terug op wat u zegt. Je zou, als je de historie van Foucault bekijkt, ook kunnen zeggen dat het eigenlijk bijna nauwsluitend samenvalt met de ontwikkeling van de moderne stad. Dat eigenlijk de stad ons dit ook oplegt. Ja. Hoe ziet u dat? Zeker juist. Het is geen toeval dat die ontwikkeling plaatsgrijpt op het ogenblik dat de steden al duidelijk vorm gekregen hebben, want ze hadden dat al min of meer, en dat die steden ook deel gaan uitmaken van de toekomstige gecentraliseerde staten. Want het edict dat aan de basis van de grote opsluiting ligt, komt vanuit Parijs en geldt voor heel Frankrijk, vanuit het toenmalige Frankrijk. Dus het heeft zeker daarmee te maken. En in het essay dat ik geschreven heb, ga ik eventjes ruimer gaan kijken. Dus niet alleen bij de psychiatrie zoals Foucault die beschreven heeft, maar ook bij een figuur zoals Elias, een belangrijk cultuurfilosoof, die in zijn boek Civilisatiegeschiedenissen beschreven heeft hoe wij in het Westen een toenemende mate van disciplinering doorgemaakt hebben. Waarbij er steeds meer bepaalde normen opgelegd werden en verwacht werden. Op het vlak van alledaagse dingen, eten, drinken, persoonlijke hygiëne, taalgebruik, noem maar op. Dus dan maakt er deel van uit. En dat gaat alleen maar verder. De nieuwste term die op dit ogenblik gehanteerd wordt om deze vorm van disciplinering toe te passen, kennen jullie waarschijnlijk wel, dat is nudging. En dat wordt ook ondertussen al gebruikt op stedelijk niveau om het verkeer letterlijk en figuurlijk in de juiste banen te leiden, zonder dat je het beseft. Dus je wordt eigenlijk gedisciplineerd in een bepaalde richting geduwd. Dus wordt de stad ook steeds minder tolerant in dat opzicht? Wij worden minder tolerant in het algemeen, dat klopt, ja. Dus we staan ook steeds minder afwijkendheid toe wat dat betreft? Dat is zeker het geval. Dat is afwijkend gedrag, dat is iets wat we doen als we een ander land bezoeken en dat beschouwen we dat als vreemde zeden en gewoonten van mensen die tot een andere cultuur behoren en daar willen we dan best wel eens naar kijken. Maar op het ogenblik dat het bij ons gebeurt, vinden we toch maar de hek om los te lopen. We noemen het hier in Nederland dan traditie, hè? Dus dan wordt er vuurwerk afgeschoten of een grote toren gebouwd. Maar zelfs dat wordt niet echt meer getolereerd. Nee.
Maar nog heel even terug naar die vergelijking met de stad. Je zou kunnen zeggen, nou ja, de boulevards van Houseman die wilden geen zwervers en ellende meer zien. We hebben natuurlijk in de jaren 50, 60 hebben het grit gekregen. Het moest allemaal nog strakker. Dus alles, en iedereen krijgt een hokje. Maar tegenwoordig probeert de moderne stad toch weer wat ruimhartiger te zijn. We bouwen eigenlijk organisch en we proberen gras op onze daken te zetten. Zit daar misschien dan toch een lichte kentering tot iets meer ruimte? Ik heb niet echt die indruk, nee. Hetgeen wat je beschrijft wordt straks ook een nieuwe verplichting. Hè? Ja. En misschien ook wel een noodzakelijk binnen de context van de klimaatverandering. Maar ik beschouw dat niet direct als een aanwijzing voor een bredere tolerantie. Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Nee, als je gewoon ziet hoe wij nu met kinderen omgaan, van zodra kinderen eigenlijk wat mij betreft, als ik naar mijn eigen kindertijd kijk, normaal gedrag als kinderen vertonen, hebben ze heel veel kans vandaag om een labeltje te krijgen. Dus dat is echt niet geruststellend. Nou ja, en het voetbalveldje wordt tegenwoordig ook weggeprocedeerd. Ook al. Ja. U geeft ook een behoorlijke kritiek eigenlijk op de praktijk van de psychiatrie en het feit hoe we daar wel of niet ziektes proberen te behandelen. Ja. Daarmee geeft u natuurlijk ook, u zei het eigenlijk al, een slag tegen uw eigen, winkel, zegt u net zelf. Ja. Staat er dan straks iets anders tegenover? Denkt u dat er een betere winkel mogelijk is? Ja, kijk, ik heb tijdens mijn korte uiteenzetting een aantal keren een onderscheid proberen te maken tussen psychiatrie en psychotherapie op systemisch niveau, op structureel niveau, en het werk van individuele psychiaters en individuele therapeuten. Als je kijkt naar het systemisch niveau, en dan gaat dat eigenlijk over de dominante vorm van diagnostiek en de diagnose-behandelcombinatie, dan vind je datgene wat ik beschreven heb. Als je kijkt naar wat individuele therapeuten en psychiaters doen, dan zijn er heel veel mensen die daar best wel anders over denken en die op een andere manier proberen met mensen om te gaan. Dat lukt in Nederland, vrees ik, ietsje minder goed dan in Vlaanderen, omdat jullie een veel sterker en een veel strakker regelsysteem hebben. We hebben op dat vlak gelukkig wat meer vrijheid in Vlaanderen. Er wordt wel eens gezegd, we hebben iets van 40.000 DBC's, misschien zijn het inmiddels alweer meer, maar er zit er eigenlijk geen één bij voor een goed gesprek. Ja, dat is knetterhek, hè? Als je weet dat uit elk onderzoek naar de werkzaamheid van zorg. Uit elk onderzoek blijkt dat de meest doorslaggevende factor de therapeutische verhouding is, dus de helende relatie. En wat dan nu gaat over een verpleegkundige of over een psychiater of over een sociaal assistent, het is dat wat werkt. En dit heeft men weggesaneerd. Ja, goed. Okay. We gaan Jim van Oost vragen om te reageren. Het katheder is aan u. Gaat uw gang. Jim van Oost, dames en heren. Ja, nou, zeer veel dank. Ik heb het idee dat we het over een heel complex onderwerp hebben. Dus ik heb wat plaatjes meegebracht om het te verhelderen. Want ja, kun je het hier nou mee oneens zijn? Is er een debat? Ik denk dat wat Paul Verhagen zegt over het idee van opgelegde normalisering. En dat iets te maken heeft met de run op de GGZ. En de GGZ als disciplinerend instituut die mensen probeert terug te geven, genormaliseerd aan de samenleving, vind ik eigenlijk een hele elegante gedachte. En schuilt ook veel waarheid in. Alleen als reflectie zou ik willen naar voren brengen dat het misschien onderdeel is van iets veel breders. Dat er een afhankelijkheid bestaat in die normalisering met een ander thema. En dat thema is, denk ik, dat er ook zoiets is als een succesvolle academische discipline van de geneeskunde, psychotherapie, psychologen, die op zoek zijn naar productrealisatie en eigenlijk bezig zijn de grenzen van de menselijke variatie op te zoeken waarmee zij die productierealisatie kunnen waarmaken. En was dat er niet, dan denk ik, was het mechanisme er nog steeds van de opgelegde normalisering en de verleiding om te gedisciplineerd te worden in de GGZ, maar zou het niet de excessieve vormen aannemen die we nu zien? Ik denk dat dat belangrijk is. Waarom? Omdat het gaat niet alleen om gedrag als moreel begrip. Het gaat ook om de verenging van de normaliteit van bloeddruk, van bloedsuiker, van je hartslag. En inderdaad ook, er is een veranderende normale
opvatting van wat psychische variatie is en waar de grens is met stoornis. Dus ik denk het is veel breder. Niet alleen is er een verenging van het begrip normaliteit met betrekking tot gedrag en de morele implicaties daarvan. Het heeft ook betrekking op moreel vrij neutrale begrippen zoals bloeddruk en bloedsuiker. En hoe kan dat? Nou, ik denk dat dat kan. Aldous Huxley die was al zijn tijd ver vooruit. Die zei, de geneeskunde tegenwoordig is zo succesvol dat we binnenkort allemaal ziek zullen zijn. En ik denk dat er waarheid schuilt in deze uitspraak. En dit is heel belangrijk, maar het is niet het enige. Hè? Er zit ook nog iets anders achter. Van als er geen manier is om dat te vermarkten, dat succes, dan blijft het bij een gedachte. Maar als je een aanbod weet te creëren dat vanzelfsprekend ook tot vraag gaat leiden, als je die link weet te leggen, dan ben je letterlijk in business. Hè? Zoals de Big Mac niet meer weg te denken is uit het straatbeeld. Het is echt een gemis als die er niet is. Nou, ik ben een groot bewonderaar van een Nederlandse denker, Cenk Willink, minister van Staat, oud-huisarts. En die heeft beschreven eigenlijk hoe het kan dat al die moreel neutrale fysiologische parameters als bloedsuiker en bloeddruk zo aan het verengen zijn in hun range van normaliteit. En hij zegt dat de sociaaldemocratie als buffer tussen de markt en de samenleving letterlijk, dat die zodanig aan het veranderen is, is dat de overheid zelf eigenlijk geïncorporeerd is in de markt, zelf de markt is geworden en dus ook onderdelen van de sociaaldemocratie, zoals zorgen dat er een gezondheidszorg is, ook onderwerpen aan de markt. En was dat niet gebeurd, dan zouden al die verenging van wat wij normaal vinden in onze fysiologische en gedragsparameters niet van de grond zijn gekomen. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke factor is. Er is een toekomstvoorspelling gezondheidszorg in Nederland, wordt elk jaar opgeschreven. En die voorspelt dat over een aantal decades, hè, nu zit 1 op de 9 mensen werkt in de zorg. Dat zal in 2040 zal dat 1 op de 4 mensen zijn. Als we zo doorgaan, als deze uitbreiding en de verenging van de normaliteit, als dat voortgang blijft vinden. De vraag is, helpt dit de gezondheid van de mensen? En het paradoxale antwoord is nee. Het antwoord is dat dit de samenleving ongezonder maakt. En hier kom ik bij de laatste bladzij van Paul Verhagen, want ik denk dat hij eigenlijk impliciet zegt dat hij een voorstander is van public health. En wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik een vergelijking tussen bijvoorbeeld Nederland en Italië. Qua levensverwachting begonnen wij in 1999 hetzelfde, ongeveer 77 jaar. En de Italiaanse levensverwachting neemt over de tijd toe, en die van Nederlandse ook, maar die in Nederland minder. Terwijl wij veel meer aan gezondheidszorg spenderen dan de Italianen. Dus dit is een paradox, want in Italië is ook minder depressie en minder suïcide en minder GGZ-gebruik. Dus wat er lijkt te gebeuren is, de Italianen hebben veel betere populatie volksgezondheid, ondanks het feit dat ze minder spenderen aan gezondheidszorg. Die paradox zit hem in waarschijnlijk public health, in de zin van dat Italianen hebben geïnvesteerd in een weerbare samenleving. En we weten dat investeren in een weerbare samenleving veel meer oplevert voor gezondheid dan investeren in gezondheidszorg. Dus het plaatje is wegen bouwen, riolering aanleggen, kinderen naar school sturen, verbinding creëren tussen mensen, dat is public health. Dat draagt bij aan gezondheid. Een heel klein beetje wordt ook inderdaad door de geneeskunde veroorzaakt. Maar wij investeren andersom. Wij investeren in meer en meer gezondheidszorg tot het onbetaalbaar wordt. En bijna iedereen hier in de gezondheidszorg werkt. En we investeren veel te weinig in een weerbare samenleving. En dat is iets wat, denk ik, heel relevant is voor wat Paul beschrijft. Dus daarmee kom ik op het laatste punt. Het laatste punt is van, is nou wat Paul Verhagen beschrijft in zijn boek, wat we zien aan de linkerkant, een soort stabiele situatie waar we nooit uit gaan komen,
Of is eigenlijk wat hij beschrijft het excess, de vreemde excess die je ziet net voordat het helemaal gaat kantelen. Wie van u denkt dat het een stabiele situatie is waar we de komende 40 jaar nooit uit gaan komen? Wie van u is optimistisch en zegt wat hij beschrijft is het excess voor de kanteling? Ik zie jij ook, heel goed. Ik denk dat dat het laatste geval is, want ik ben echt optimistisch. Een aantal punten kunnen we over praten. De geneeskunde is bezig zichzelf echt proberen opnieuw uit te vinden en te zeggen, we doen te veel aan symptoombestrijding. We zouden eigenlijk meer ons moeten richten op een zinvol bestaan dat iemand kan hebben. Heel populair. De Nederlandse de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft onlangs dit stuk uitgebracht, waarin heel verfrissend staat dat evidence-based practice is een illusie. Want de context van bijvoorbeeld de therapeutische relatie in bijvoorbeeld de psychologie en de psychiatrie is veel belangrijker in het mediëren van verandering. Het is een illusie. Een officieel stuk van de Nederlandse overheid. Dat is toch heel verfrissend. De wetenschap staat vol met dit soort stukken over al die miljarden die worden geïnvesteerd in neuroimaging en genetica in de psychiatrie en de psychologie, dat echt gecompenseerd moet worden door een tegeninvestering in investeren in een werkbare samenleving, een weerbare samenleving. En dit vind ik het mooiste, de genetica zelf van de psychiatrie helpt ons. Want wat laat de genetica van de psychiatrie zien in dit artikel in Science, wat we hebben gepubliceerd met 800 auteurs vorig jaar, dat laat zien dat de genetica van psychisch lijden is niet diagnosespecifiek. Het overlapt allemaal, maar belangrijker nog, iedereen heeft duizenden genetische varianten voor psychisch lijden. Dus de genetica van psychische aandoeningen is de genetica van het mens zijn. En als er iets is wat de DSM ontkracht, dan is het deze bevinding wel. Terwijl bij de neurologie is het andersom. Allemaal specifieke genetische bijdragen aan ziekten. Dus ik ben optimistisch. Dit is een artikel waarin we hebben beschreven dat de GGZ ook aan het kantelen is. Heel belangrijk, bijvoorbeeld in Nederland springen als paddenstoelen uit de grond. Letterlijk overal plekken waar die GGZ-loos zijn en die DSM-loos zijn. Dat heet herstelacademie. En waar mensen naartoe gaan die het idee hebben dat ze uitbehandeld zijn in de GGZ. En daar zijn eigenlijk plekken van verbinding. Daar wordt verbinding geboden en perspectief geboden. Herstel van perspectief. En het is niet wetenschappelijk onderzocht, maar ze springen zo snel als paddenstoelen uit de grond dat er geen andere verklaring mogelijk is. Men gaat daar graag naartoe. En dat is, als je beter bewijs wil dan dat, dan is het moeilijker te leveren. Nog één ding, en dat is, we moeten niet de mensen in de zorg werken de schuld geven, want die worden ook geëxploiteerd door het systeem zelf. Er is iets heel anders aan de hand, bijvoorbeeld in Nederland, dat de polderbeslissingen waar die mensen afhankelijk van zijn, de hulpverleners die werken in de zorg, die zijn steeds minder afgestemd op werk als zingeving voor die mensen, maar meer op het systeem zelf en de instandhouding daarvan. En daar wil ik u een klein voorbeeld van laten zien. Een filmpje van een minuut. En als Paul Verhagen gelijk heeft en dit wordt de GGZ van morgen, dan hebben we reden om ongerust te zijn. Ik laat u het filmpje zien. 1 minuut. Je hebt even wie dit filmpje als opzender heeft. Van wie is dit? Ja, dit filmpje is van de polder die beslist over hoe de GGZ om zal gaan met kwaliteit. Ja. Wat is kwaliteit in de GGZ? En dit filmpje laat zien hoe men wil dat iedere hulpverlener in Nederland te werk zal gaan en hoe we dan gaan kijken of ze kwaliteit hebben geleverd. GGZ-dataportaal. Binnen de geestelijke gezondheidszorg werken we continu aan kwaliteitsverbetering. We willen mensen met psychische klachten namelijk de juiste zorg bieden. Door kwaliteitsstandaarden te gebruiken en samen te werken met andere zorgprofessionals binnen of buiten je organisatie, kom je erachter aan welke knoppen je kunt draaien om jouw behandelingen te verbeteren. GGZ Dataportaal helpt je daarbij.
Hoe gaat dat in zijn werk? Als zorgprofessional meet je kwaliteitsindicatoren met behulp van vragenlijsten. De uitkomsten daarvan leveren informatie op voor jou en je patiënt om samen de behandelvoortgang te bespreken. Als de patiënt uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, kun je deze uitkomsten ook delen op GGZ-dataportaal. Van tevoren spreek je met je collega's af dat jullie data delen, welke data jullie delen en wie wat precies ziet. Dat kunnen collega's zijn binnen jouw eigen team, teams binnen jouw afdeling of vakgenoten bij andere instellingen. Jij en je collega's kunnen vervolgens op verschillende niveaus de kwaliteitsinformatie bekijken. Je kan naar je eigen uitkomsten kijken door de tijd heen of naar die van je team. Ook kunnen de uitkomsten van teams binnen en tussen organisaties vergeleken worden. Dus kijk even naar dit beeld. Hier zie je dus mensen kijken naar data over de tijd. De behandelaars die kijken naar de data. Ze praten niet meer met hun klanten. Ze kijken naar de data en zijn bezig met kwaliteit. En soms moet je echt met andere ogen leren kijken. Want we zijn dit zo normaal gaan vinden dat veel mensen zeggen: oh ja, natuurlijk is dit kwaliteit. Dat is toch hartstikke goed. Maar als je denkt aan wat Paul Verhagen schrijft, dat we bezig zijn met een disciplinerend en normaliserende interventie. En dat dit de manier is om uniformiteit in dat systeem te krijgen. Dan even terugdenkend aan Aldous Huxley, waar ik het net over had, en zijn Brave New World. Hebben wij reden om ongerust te zijn. Dank u wel. Jim, wil jij je plaats krijgen? Nou, ik vind dat jullie de zaak lekker op dreef hebben gebracht. Jullie geven eigenlijk aan, ja, die hele psychiatrie, dat is gewoon een geheel verzorgde illusie. Ja, het is een illusie in die zin dat, en dan keer ik even terug naar Foucault, dat er voorgehouden wordt dat we zeker weten dat het over ziektebeelden gaat. Dat is dus niet zo. En ten tweede dat er ontkend wordt dat de grond ervan normaliserend is. En wat er dan bij komt, wat Jim terecht heeft aangebracht, dat is dat de meest werkzame factor in hulpverlening, dat weggesaneerd wordt. Hè? Want dat is eigenlijk het therapeutisch contact, de helende relatie van verpleegkundige tot psychiater en sociaal assistent. Ja, die marktwerking die daar dan overheen gekomen is, geeft eigenlijk al aan, dat speelt natuurlijk veel breder. Ja. Dat zorgt dat het sociale contract, zoals we dat vroeger hadden, eigenlijk is opgeblazen. Dat alles opeens vanuit die kwaliteitsstandaarden wordt gemeten en dat vervolgens wel of niet vergoed wordt, noem maar op. Want u geeft even aan, ik ben blij dat die behandelvrije ruimte er is. Maar ja, wie weet heeft een zorgverzekeraar daar wel een bonus op gezet en dan popt dat vanzelf wel op. Ja. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Het zou een verklaring kunnen zijn, ja. Nee, maar ik moest even denken, als je het hebt over de praktijk van de psychiatrie, de jonge verpleegkundige die net zei, er is natuurlijk ook een praktijk van mensen die elke dag interacties met elkaar hebben, die helend zijn. En dat zie je niet terug in dit soort filmpjes, maar die is er gelukkig nog wel. Ja. Alleen de vraag is, hoeveel tijd ben je bezig met de eisen van het systeem en ook de eisen van de beroepsgroep, dat heet evidence-based practice. Dus het is een kunst, denk ik nu, om dat te doen wat de bedoeling is dat je doet. Ik zou vooral de verpleegkundige willen zeggen, blijf vooral werken in de GGZ. Ja, liefst. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat even onze verpleegkundige eigenlijk intuïtief zegt, ik wil niet in dit systeem werken, ik vertrouw het niet. Ja. Zeggen dus steeds meer mensen. Ja, klopt. En, en dat gelukkig krijg je dan zelf corrigerende krachten. Want het is nu zo dat psychiaters, psycholoog, verpleegkundigen allemaal massaal de GGZ verlaten om voor zichzelf te beginnen. Ja. Maar dat is ook heel moeilijk. De zorgverzekeraars maken dat dan weer heel moeilijk. En op het laatst ziet iedereen dat het systeem aan het instorten is. En dan komt er een corrigerende factor. Die hebben we nu net gehad met de jeugdzorg. Hè. De ministerie is echt teruggefloten. 2 vernietigende rapporten. En men heeft gezegd, het kabinet moet terug naar de tekentafel. Hele jeugd GGZ moet opnieuw verzonnen worden. En ik verwacht dat we dat gaan hebben met de GGZ. Ouderenzorg vandaag ook. Hè? Er is een rapport van onder leiding van Wouter Bos, notabene, die zegt, ga alles maar weer herbouwen en herorganiseren. Ja. Daar zijn we ook doorgeschoten. Maar dan toch even terug naar die belangrijke vraag. Staan we op een kantelpunt? Is het inderdaad zo dat de intuïtie klopt dat we kantelen?
of toch de somberheid van nou, er moet wel veel meer gebeuren om die dominante structuren waarin we nu gevangen zijn en waarin we onszelf eigenlijk gevangen houden, te doorbreken. Ja, ik ben ervan overtuigd dat we nu in een transitieperiode zitten. Dus het kantelpunt is al bereikt en je ziet nu al heel veel initiatieven bottom-up die voor een verandering zullen zorgen. Maar dan moeten we wel veel ruimer kijken. Dan mogen we het niet alleen over de psychiatrie hebben, want zoals Jim heel mooi heeft aangetoond, een flink stuk van de problemen in de GGZ heeft te maken met de vermarkting, heeft te maken met het alomtegenwoordig vrije marktmodel dat toegepast wordt in sectoren waar het niet thuis hoort, maar waar het is eigenlijk overal aanwezig vandaag de dag. En dit zijn we met z'n allen beu, omdat we veel te veel de negatieve effecten ervan ondervinden. Hoofdzakelijk op het vlak van een extreem doorgedreven individualisering. Dat maakt ons letterlijk ziek. En je ziet dus nu eigenlijk bottom-up initiatieven ontstaan die nieuwe vormen van verbinding gaan creëren. Mensen gaan daarnaar op zoek. En het is heel merkwaardig, omdat je een vergelijking kunt maken met datgene wat in het eind van de jaren 60, begin van de jaren 70 gebeurd is. Toen kwamen we uit een omgekeerde situatie. We hadden een extreem verzuilde maatschappij met een verplichte conformiteit, een verplicht moeten deel uitmaken van een groep en beantwoorden aan de normen en waarden daarvan. En als je terugkijkt op die periode, dan is er op heel korte tijd in heel veel verschillende velden eenzelfde beweging ontstaan die eigenlijk autonomie opeiste. We hadden de antipsychiatrie, om dan meteen maar weer dat voorbeeld te nemen. We hadden de anti-autoritaire opvoeding, we hadden de seksuele revolutie, we hadden de bevrijdingstheologie, allemaal ogenschijnlijk los van elkaar, maar eigenlijk niet los van elkaar, want het was dezelfde beweging. We willen een soort, we willen meer autonomie. Ja. Nu zie je hetzelfde, maar met een omgekeerde beweging. We hebben een maatschappelijk model dat ons allemaal tegen elkaar opzet. We worden er letterlijk ziek van en we willen iets anders. En dat komt van onderuit en dat gooi je niet tegen. Ja, u zegt, die psychiatrie, dat is eigenlijk gewoon een spiegel van de samenleving waarin we ons bewegen. Natuurlijk. De samenleving zelf, he, die, door die sterke marktwerking en individualisering nu daar aan grenzen begint te komen. Ja. Mensen misschien ook wel letterlijk ziek maakt. Ja. Daar moet een kentering komen, daar moet iets in ontstaan. Ja. Maar wat mij nou zo ingewikkeld lijkt, is dat veel mensen natuurlijk ook die, nou ja, ik zal even zwaar zeggen, slachtoffer zijn van deze ontwikkeling. Ja. Die psychiatrie, dat die natuurlijk ook heel hard nodig hebben. Die eigenlijk zeggen, het geeft mij, als ik maar zo'n label krijg, rust. Want als ik eenmaal ben gediagnosticeerd met een bepaald soort van, een van die niet helemaal evidence-based of wetenschappelijk onderbouwde aandoeningen, dan kan ik er in ieder geval uit. Dan hoef ik niet meer mee te doen. Ja. Nou ja, dus dat lijkt natuurlijk zo. Maar waar mensen behoefte aan hebben, dat geldt net zo zeer voor de geneeskunde, is dat er iemand is die moeite doet om proberen samen met jou te begrijpen wat er aan de hand is. En dat is een veel bredere vraag natuurlijk dan een label hebben. En wij hebben natuurlijk proberen te verkopen dat we een soort wijsheid hadden over ziektes. En dat dat waardevolle kennis was. En gelukkig zie je dat nu vrijwel iedereen weet dat dat relatief is en dat ook je eigenlijk van een koude kermis thuiskomt als je de 9e diagnose hebt gehad en men weet nog niet wat er aan de hand is. Ik vind het wel dapper dat u eigenlijk over uw eigen vak zegt, ja, we hebben het allemaal wel geprobeerd, maar we moeten gewoon erkennen, we hebben de verkeerde afslag genomen. Ja, dus ik ben een groot voorstander van psychiatrie, maar wel een psychiatrie die ook zelf kritisch durft te zijn. Want als je dat niet doet, dan heb je geen toekomst meer, denk ik. Dus als we blijven ontkennen dat er grote gaten zitten in dit soort diagnostische labeling, zoals het in het verleden werd toegepast, dan kom je niet ver, denk ik. En mag ik het dan zo samenvatten dat u misschien, u en uw vakgenoten, de psychiatrie, eigenlijk heel lang heeft geprobeerd om die spiegel van de samenleving te zijn, die gedomineerd werd door marktwerking, individualisering. Nou, laten we daar dan maar in meewerken, laten we die labels maar plakken, laten we het maar zoveel mogelijk meespelen. Maar dat de grenzen nu zo ver bereikt zijn dat je gewoon moet zeggen, nee, we moeten eigenlijk een nieuw soort van revolutie prediken. Het is natuurlijk niet bewust geweest, hè? Het is een soort collectieve blindheid. Nee, ik heb het hier niet over het groot dus complot of zo. Bijvoorbeeld het geloof dat het wetenschappelijk was, dat was gewoon een geloof. En als er iets is wat mensen karakteriseert, dan is het de kunst om in iets te geloven. En collectief iets geloven is heel moeilijk te doorbreken. Dus de wetenschappelijkheid van die labels, die is heel lang echt klakkeloos aangenomen. Ja, en dat begint nu heel erg, onder andere door de genetica of all things, begint men eraan te twijfelen. Ja, daar wil ik het dan ook met u over hebben. Want ik kan me wel voorstellen dat we
aan de ene kant zeggen, ja, laat die revolutie maar gebeuren. Maar dat we ook misschien nog wel veel makkelijker het volgende geloof omarmen. En zeggen, oh, het is eigenlijk allemaal die geest en die genetica en het brein. Dus dat is de trend voor de komende 20, 30 jaar met fijne analyses, werkboeken en pamflet. Dat risico is vrij klein, denk ik, want dat hebben we al gehad. Hè. Dus zoals Jim daar straks komt te zeggen, de overgrote meerderheid van de mensen die in het vakgebied werken, hebben ondertussen al door dat dit niet zo is wat we gehoopt hadden dat het zou kunnen worden. Dat is nu eenmaal niet zo. Nee. Dus dat snapt men wel. Nee. Trouwens, in de genetica is een heel andere revolutie bezig. We zijn bezig met de epigenetica en dat wordt razend interessant, ook voor ons vakgebied, om te zien hoe traumatische gebeurtenissen bij grote ouders effecten hebben op kinderen. Ja, want neem ons eens mee naar de nabije toekomst. Als we het proberen op een andere manier te doen en we willen terug naar die menselijkheid en we willen terug naar dat goede gesprek. Ja. Wat moet er dan gebeuren? Wel, Jim heeft terecht even erop gewezen dat we niet alleen een pleidooi moeten houden, maar ook effectief moeten meewerken aan public health. Dat we dus die richting moeten uitgaan. Nu, als je eventjes de geschiedenis van de psychiatrie bekijkt van de laatste 100 jaar, dan krijg je altijd twee tendensen. De dominante tendens is wat Foucault beschreven heeft, waarbij de psychiatrie eigenlijk meehelpt aan disciplinering en normalisering. Dus eigenlijk bescherming van de maatschappelijke groep tegen een aantal afwijkende gedragingen. Maar je krijgt altijd in de schoot van de psychiatrie een aantal mensen die dat in vraag gaan stellen. Die de vraag zullen stellen van, ja, maar moeten we dit wel doen? Is het niet zo dat een aantal van die zaken die wij nu aan het diagnosticeren zijn, dat die deel uitmaken van mens zijn? En moeten we die er niet uithalen? En die tendens is er altijd geweest. En op bepaalde ogenblikken zie je dat die tendens de overhand neemt. De laatste keer dat we dat meegemaakt hebben was de antipsychiatrie. En die kwam van psychiaters. Hè. Men denkt soms dat dat kwam van krachten buiten de psychiatrie. Nee, dat was in de schoot van de psychiatrie zelf. Dit is nu ook weer bezig. Het zijn in de schoot van de psychiatrie zelf, of in de schoot van diagnostiek, dat mensen opstaan en zeggen van, ja, maar luister eens, dit gaat ver over de oorspronkelijke bedoeling heen. En als we mensen willen helpen, moeten we het over een andere boeg gooien. En moeten we ook zorgen voor structurele maatregelen op maatschappelijk niveau, om ervoor te zorgen dat er minder mensen uit de boot vallen. Ja, en dan even terug naar dat mooie vergelijkende staatje tussen Italië en Nederland. Ja. Dan begin je bijna te denken, ja, misschien is het inderdaad wel even gewoon de rem erop. Moet het tempo omlaag? Moeten onze structuren opnieuw worden georganiseerd en misschien wel teruggebracht? Ja. Want goed, misschien verheerlijken we dan klassiek Italië in de zin van een grotere gemeenschapszin. Mensen die elkaar toch wat dichter nabij zijn. Het eten en drinken, de zon, dat doet allemaal vast zijn werk. Nou ja, dus je kan inderdaad, maar wat als je in public health gelooft, is natuurlijk duidelijk dat Nederland is het meest ver-Amerikaanst van alle landen in Europa. Juist. Dus wij zijn een heel interessant experiment geworden van wat doet nou die enorme vermarkting en de fanatieke wijze waarop nu een hele generatie ambtenaren en ministeries daaraan mee zit te werken, wat doet dat met de gezondheid? En we zien de cijfers. Dus ik denk dat dat een duidelijk experiment is en dat we dus ook moeten nadenken. En dat is veel moeilijker dan je denkt over hoe je nou weer weerbaarheid in de samenleving krijgt. Als je weet dat weerbaarheid gaat over dingen als verbondenheid tussen mensen. Ja. Ja. En het idee hebben dat het leven ergens naartoe gaat. Dat is niet makkelijk te engineeren om met die knoppen te draaien. Precies, want ik kan me voorstellen dat we dan straks de volgende taskforce krijgen die het marktplein 3.0 zo gaat maken. Help. Maar dat gaat hem niet worden. Nee, zeker niet. Maar dat is één bescherming in ieder geval, want je had het over, gaan we niet weer naar de volgende waanzin toe. Ik denk wat fundamenteel anders is, en dat geldt voor de hele geneeskunde, is dat degene die het betreft, die de diagnoses kregen en de behandelingen kregen, die hebben, zo langzamerhand krijgen die een heel andere rol in het geheel. Namelijk dat het niet meer zo gaat zijn dat er een expert is die mensen gaat genezen. Maar dat het vanaf het begin af aan de persoon zelf is die als het ware met die ander, die heel bescheiden is, gaat proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Waar die ongeveer naartoe wil met zijn leven, wat blokkeert. En hoe die ander daar misschien iets kan betekenen. En vooral ook hoe anderen die dat traject al hebben afgelegd en 10 jaar wijsheid hebben over hoe je zoiets aanpakt als je stemmen begint te horen en je weet niet meer waar je het zoeken moet. Dat soort input die gaat genormaliseerd worden. Waarmee onze rol een stuk bescheidener wordt. En dus ook ons geloof. Maar is dat tegelijkertijd niet ook
een best wel groot risico. Want ik geloof dat u het zelfs beschrijft. U zegt, ja, we leggen eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu om regisseur te zijn van je eigen gezondheid. He, je moet aan de ene kant hard werken, maar ja, het is ook aan jezelf te weten als je ontspoort. Ja. He, dan had je maar op tijd moeten afremmen. Ja. Nu hebben we het dus straks ik bedoel het niet in neoliberale zin. Nee, maar goed, u verwacht dus nogal wat van iemand die eigenlijk zegt, nou, ik heb eigenlijk alleen maar een lichte begeleiding nodig op weg naar mijn eigen verlichting. Ja. Nou, niet licht, maar juist iemand die zegt, ik ben er. En ik ben bereid met jou mee te reizen. En ook al kan ik niet genezen en is mijn kennis imperfect, ik ben er wel. Ja. En dat is wat mensen vaak willen en nodig hebben. Is dat realistisch? Dat is zonder de mensen te blijven realistisch, want we moeten op twee sporen werken. Hè. Dus eerst en vooral is het zo dat we vandaag heel veel mensen hebben die in de problemen zitten, medisch, sociaal, psychologisch, psychiatrisch. En die mensen moeten hulp krijgen. En het soort hulp wat ze nu krijgen is niet oké. Dan is het veel beter zoals Jim dat voorstelt. Daar zal ik straks nog een voorbeeld van geven. Maar de andere spoor is dat we natuurlijk ook maatschappelijk structureel moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat uitvalt, dat dat daalt. En dan kunnen we best beginnen met kinderen en de kinderenzorg. Want als we daarin investeren, dan investeren we onmiddellijk in de toekomst. En dan zal het aantal mensen dat uitvalt veel geringer worden. Nu, een voorbeeld van hoe dat onder andere in zijn werk kan gaan. Er is een Franse psychoanalytica die met kinderen werkt. Ze is ondertussen al overleden. En die moest op een bepaald moment vaststellen dat een aantal van haar cliënten, dus ouders en kinderen, dat die vrij lang in de wachtkamer bleven zitten. Zelfs na de sessies. En ze begreep dat niet goed en ze begon er vragen over te stellen. En die mensen zeiden, maar ja, we praten hier met andere ouders over hun kinderen. En we hebben daar toch zoveel. Daar halen we heel veel uit. Soms haalden ze er meer uit dan de therapeutische sessies. En ze is dat begonnen te organiseren. Ze heeft ervoor gemaakt dat ouders met kinderen met problemen elkaar konden ontmoeten en hun ervaringen konden uitwisselen. En met daarin af en toe een therapeut die erbij zat om dat gesprek een beetje te begeleiden. En dat werkte zeer goed. En dat is een systeem geworden. Dat noemt Les Maisons Vertes, de Groene Huizen van Françoise Dolto. Ik weet niet wat nu nog bestaat. Ze is al vrij lang overleden. Maar dat is een fantastisch voorbeeld van hoe dat zoiets kan werken. Maar dan toch even terug naar hoe we het hier vooral ook in Nederland hebben georganiseerd. Het idee dat je dit soort experimenten, ontwikkelingen nu zelfstandig kunt neerzetten en ontwikkelen, is in hoge mate afhankelijk van de vraag, word je daarvoor beloond en gefinancierd? Ja, dat is die markt weer. Nou ja, en dat brengt me eigenlijk toch wel op de onderliggende, toch echt het vraagstuk. Jullie zijn eigenlijk ook met elkaar een soort hoeder van de sociale orde. Ja. En jullie constateren die sociale orde, die is in zichzelf eigenlijk ziek. Klopt. Wat moet je dan doen? Dat hangt dan voor een stuk af van de positie die je inneemt. Als ik naar mezelf kijk, ik heb het geluk van hoogleraar te zijn, van dus een positie in te nemen op dat vlak. Dat betekent dat je één, heel veel in je onderwijs kan brengen daarover. En dus die generaties die straks aan het werk zullen zijn, die heeft je die input zo goed mogelijk. Onder andere met het materiaal dat Jim daar straks getoond heeft op grond van wetenschappelijk onderzoek. En je hebt ook een stem die je kan gebruiken om naar het beleid toe te stappen. En als er genoeg mensen dat doen vanuit verschillende posities, ja, dan zal er vroeg of laat wel geluisterd worden. Dus dat kan je wel, denk ik. Dus toch je stem verheffen, laten zien dat er een andere weg is. Ja. Nee, denk ik ook. Het is kwestie van bewustwording en het serieus nemen. En dan, als je bereid bent te investeren in weerbaarheid bij inderdaad jonge mensen, dan ben je al een heel eind, denk ik. Maar vooral ook dat je de gedachte door laat sijpelen dat het echt veranderingsbehoeftig is wat we met elkaar hebben opgetuigd in de vermarkting van de samenleving. Ja. Goed, ik ga een korte ronde doen met het publiek. Want ik kan me voorstellen dat dit ook best aanleiding is tot een aantal vragen die bij jullie leven. Wie heeft er op dit moment een prangende vraag? Dus even kijken hoe we het wat kunnen verbreden. Zeg even wie u bent. In ieder geval even de achtergrond. Het is belangrijk dat we begrijpen van waaruit u praat. En ik hou me even vast. Ik ben Robert Enzor. Waar spreek je vanuit? Ik ben ondernemer, maar ik was ook vroeger betrokken bij de FNV. Ik wil even een poging wagen om de discussie te politiseren. Wij wonen in een tijd van een verstrekkende, sluipende crisis van het kapitalisme. Dat zich uit in flexbanen, gebrek aan woningen, een onvermogen van jongeren om een zelfstandig leven te ontwikkelen.
En voor mijn gevoel heeft dat crisis een enorme weerslag op het psychische vlak. Mm-hmm. Met die crisis komt ook de behoefte van de staat om steeds meer autoritair te worden en steeds meer de controle te hebben op maatschappelijke processen en op opstand en op weerstand tegen het systeem. Mm-hmm. Is het niet de taak van de psychiater om patiënten te helpen om subversief te zijn? Mm-hmm. Om juist hun subversiviteit, hun passies, die wensen voor een ander leven, een andere identiteit, een andere manier van bestaan, op een effectieve manier tot uiting te laten komen. Kan een van jullie daarop reageren? Ja, twee antwoorden. Eén, dat er in heel dit debat en in heel dit onderwerp een politieke dimensie schuilt, daar ben ik het volledig mee eens. Met dien verstande dat wij, en dat is misschien een beetje een sterke uitspraak, dat wij nog nauwelijks politiek hebben. Politiek is ondertussen gefagociteerd door de economie en door een bepaalde vorm van economie. De verschillende politieke overheden kijken in eerste instantie naar de beurs, naar de marktwaarde van een aantal zaken en dansen eigenlijk naar de pijpen van dat economisch model. Het zou eigenlijk moeten omgekeerd zijn. Goed, dus in die zin zullen de huidige problemen uitdrukkelijk kunnen gekoppeld worden aan een politiek bestel dat eigenlijk geen politiek meer is. En we hebben dringend opnieuw nood aan inderdaad een politiek model als dusdanig. Dan het tweede, wat de insteek betreft naar patiënten toe, dat volg ik niet. Dat hebben we in de geschiedenis al gezien een aantal keer, dat de hulpverlening eigenlijk zelf een ideologische toer opgaat. Ik vind dat wij in eerste instantie onze cliënten of patiënten moeten helpen om zich bewust te worden van een aantal externe invloeden, het zij vanuit hun eigen geschiedenis, het zij vanuit de maatschappelijke omgeving, om zich daarvan los te maken. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Je kan dat ook koppelen aan het idee van vervreemding, als je wil. Maar hen dan een nieuw antwoord in de plaats geven, dat vind ik zeer gevaarlijk. Want therapie heeft de bedoeling dat mensen zelf keuzes kunnen maken. En okay, daar stopt ons werk. Duidelijk. Ja. Andere vraag. Wie? Even kijken, ik zie u met een vinger. Ik kom even bij u. Ik ga eventjes kijken. Ja, zeg even wie u bent. Mijn naam is Roos. Ik wil eigenlijk weer even terug naar het onderwerp over normalisering. Daar was ik heel benieuwd naar, want in het verhaal van u, meneer Verhagen, ik hoop dat ik het goed kan uitleggen, mis ik nog een beetje de kant van de patiënt. Want ja, de patiënt... een van de criteria volgens mij bij de stoornissen in de DSM is ook dat er lijden wordt ervaren door de patiënt zelf. Mm-hmm. En ik ben wel benieuwd wat uw visie is, hoe dat zich dan heeft ontwikkeld in onze geschiedenis. Mm. Wat ook leidt tot misschien een grotere vraag of niet. En of daar ook normalisering een rol speelt. Ja, okay, ja, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk gegeven als je gaat nadenken over de bedoeling van een behandeling. Wat is het de bedoeling van iemand die om hulp komt vragen? En dan moet je weer een onderscheid maken tussen het doel van de behandeling op systemisch niveau en het doel van een behandeling zoals dat vaak door individuele behandelaars gebruikt wordt. Op systemisch niveau hangt dat eigenlijk af van de diagnose. En die diagnoses, zoals ik beschreven heb, komen eigenlijk neer op afwijkend sociaal gedrag. Dat betekent, om even een karikaturaal, maar helaas reëel voorbeeld te geven, als een kind terug stil zit en oplet, probleem opgelost. Dat is het officiële behandeldoel. Natuurlijk, als een kind last heeft met opletten en stilzitten, is er vaak van alles aan de hand. Op alle mogelijke vlakken. En dat verschilt van kind tot kind. En als je dan als behandelaar de tijd en de kans krijgt om daar dieper op in te gaan, dan ga je proberen een aantal andere zaken te veranderen. Andere zaken die aan de basis lagen van het feit dat dat kind meer goed functioneerde binnen zijn schoolse omgeving. En dan zal dat jongetje of meisje veel beter geholpen worden. Nogmaals, zoals ik dat straks al aangegeven heb, heel veel therapeuten proberen dat te doen, ondanks het systeem. En het officiële systeem is daar eigenlijk geen plaats voor. Het wordt niet verloond, om het op die manier uit te drukken. Oké. Okay. Anderen die nog een vraag willen stellen. Ik kom bij u en dan kom ik eventjes mee. Zeg even wie je bent. Ik ben Frans Bonsema. Ik heb veel gereisd in andere culturen.
En het is me opgevallen dat mensen daar over het algemeen blijmoediger zijn, energieker zijn. En als ik dan terugkom hier in een van de zogenaamd gelukkigste landen, dan zie ik een enorme depressiviteit en afstandelijkheid. De laatste keer had ik zelfs het gevoel, toen ik 2 maanden in Nepal en India was geweest en hier terugkwam, die mensen zijn ziek hier toen ik hier terugkwam. Ik keek hoe de mensen met elkaar gewoon in de straat lopen. Alsof ze allemaal eilanden zijn die niks met elkaar te maken hebben. En ik vraag me af, kunnen we daar niet van leren? In de zin van dat bijvoorbeeld een van de dingen die me te binnen schiet. Erich Fromm zei in de 50er, 60er jaren dat de psychiatrie van het Westen de wijsheid van de mensheid in zich moet opnemen. Mm. Dus dat wil zeggen, hè, al die morele systemen van die godsdiensten, van die filosofieën enzovoort. Oké. Jim, kan je erop reageren? Ja, dus je brengt weer terug naar eigenlijk de weerbare samenleving. En zijn er verschillen tussen landen? En kun je dat ook inderdaad dan observeren? Lijkt inderdaad het geval te zijn. De andere vraag is, dus als je dat eenmaal weggeperst hebt uit je eigen samenleving, hoe ga je het dan weer terugbrengen? Mm. En de hoop die we hebben, denk ik, is dat ook blijkt dat zelfs in sombere voorsteden van Nederland, waar experimenten zijn om mensen bij elkaar te brengen die goed zijn doordacht, en waarbij je begint bijvoorbeeld bij mensen die elke dag bij elkaar zijn op een school of op een andere manier iets met elkaar hebben. En als je daar probeert die verbinding aan te brengen, dan blijkt dat te lukken. Waarom? Omdat het in ons zit. Dus dat is onze beste hoop. Dat er een natuurlijke behoefte is van mensen om met andere mensen verbonden te zijn. Ook al is de samenleving op een ander spoor geraakt. Alleen de engineering daarvan door een systemisch denkende overheid, daar moeten we zorgen over hebben. Dus het is denk ik heel moeilijk om dat weer maatschappij breed terug te brengen op het niveau van Nepal. Oké, laatste in deze eerste ronde, dat bent u. Ik vraag me af, die tegenbewegingen die er zijn geweest, zoals antipsychiatrie, die zijn uiteindelijk wel samengevloeid als een soort van these, antithese, synthese, ook naar de huidige psychiatrie. En ja, ook een beetje geïncorporeerd, want onderaan de streep is het nog steeds heel disciplinerend en normaliserend. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat niet weer gebeurt als er een soort bottom-up beweging komt. Dat je onderaan de streep dus niet een mega disciplinerende macht krijgt. Ja, ik vermoed dat er altijd wel een dergelijke dialectische beweging zal zijn van deze, antithese en synthese. Nu, als je het voorbeeld neemt van de antipsychiatrie, dat is echt toch wel een kantelpunt geweest in de manier waarop de psychiatrisch gedacht en gehandeld werd. De periode van de psychiatrie, van de psychiatrische praktijk voor die periode, daar willen we echt niet naar terug, hoor. Echt niet. En dan hebben we dan toch een evolutie gekend in de richting van een meer mensgerichte, psychotherapeutisch gerichte, helpende beweging. Maar dan hebben we die vermarkting gekregen en dan is de psychiatrie gekaapt geworden door de farmaceutische industrie. En zitten we nu weer duidelijk aan de negatieve kant. Maar het is weer aan het veranderen. Hoe dat het zal verlopen, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk inderdaad dat we in een goede transitieperiode zitten nu. Ik denk dat er geen betere bescherming is dan de helft van het GGZ-personeel ervaringsdeskundig te laten zijn. Ja. En ook in de opleiding van GGZ-mensen veel meer met vanuit je eigen kwetsbaarheid werken. En daar ook over kunnen reflecteren. Ja. Volgens mij hebben we een mooie eerste verkenning uitgevoerd. Aan de hand van het essay wat Paul heeft geschreven over normaliteit en andere afwijkingen. De historische perspectief is er in ieder geval één. Dat we eigenlijk altijd vanuit die psychiatrie geprobeerd hebben om de socialisering een uitvoering te geven, om het gedrag wat wel of niet wenselijk is daarop aan te passen. Je hebt een aantal voorbeelden gegeven uit de geschiedenis, maar het loopt eigenlijk tot op de dag van vandaag, waarbij er geproblematiseerd door Jim wel eens aan worden toegevoegd dat juist die veranderende rol van de staat door marktwerking en individualisering de zaak extra complex heeft gemaakt. Dat het niet zo makkelijk is om daar dan uit te komen, want jullie hebben het echt wel over een eminente crisis, over het gevoel dat de psychiatrie zoals die nu georganiseerd is eigenlijk op is, aan de rand is. En er misschien zelfs ook wel geconstateerd is dat de samenleving als geheel op dit moment in Nederland ook niet
of onvoldoende weerbaar is om daar iets tegenover te zetten. Dus misschien moeten we naar buitenlanden kijken. De voorbeelden zijn genoemd. Italië dichtbij, verder weg misschien India, Nepal. De voorbeelden zijn gegeven. Omdat we allemaal intuïtief, dat hoor ik in ieder geval terug, het gevoel hebben dat wat eronder ligt, de noodzaak tot verbinding, tot intimiteit, tot elkaar kennen en kenbaarheid, op dit moment onvoldoende wordt gerealiseerd. Dus volgens mij staan we daar nu. Mm-hmm. En ik stel voor dat wij een intermezzo inlassen. Wij gaan naar mevrouw Tamara, die wordt begeleid muzikaal en die zal ons meenemen met 3 nummers over de vraag: wat gebeurt er in je hoofd? Geef er een heel hartelijk applaus. Eigenlijk een 3 nummers gekozen en eentje daarvan hebben we aangepast naar aanleiding van het gesprek. Dat is dit eerste nummer. De stad slokt mij op. De stad lacht mij uit. Zij toont geen empathie, nee, niet meer voor mij, want ik ben niet meer nieuw. De stad kotst mij uit, nadat zij mij heeft gebruikt om haar bomen te laten waaien, zodat zij voor de toekomst kan zaaien. De stad pakt mij op en belooft mij al het moois, alleen geloof ik haar niet, want vorige keer stelde zij mij teleur. Zij lokt mij uit mijn donkere kant naar boven te halen. Ja, zij heeft geen genade. Al weet zij al. Het volgende nummer gaat eigenlijk over iemand die
liever in een fantasie leef dan in de werkelijkheid. Dus het kan eigenlijk over allerlei soorten mensen gaan. Dit ging toevallig over iemand die... Ik weet niet of ik nu met een diagnose moet aankomen na deze gesprekken, maar ik denk dat die gediagnosticeerd zou worden als iemand die depressief is. Dit zal ons laatste liedje zijn. Eigenlijk heb ik de
liedjes die we nu spelen, die staan op een plaat die ik heb uitgebracht in december. En een hele grote reden voor mij om die plaat te maken was om eigenlijk allerlei dingen die bij mensen in hun hoofd omgaan, om die meer bespreekbaar te maken. Om ze misschien wat lichter te maken, zodat je je ook meer, eigenlijk meer de vrijheid voelt om erover te praten. Ik merk namelijk dat wanneer ik zelf met iets zit en ik heb het er met andere mensen over, dan kan dat vaak al heel erg veel schelen. En dus ik heb ook het idee dat er iets kleins is wat je zelf kan doen. Niet dat het van jou, niet dat jij de verantwoordelijkheid hebt om iets op te lossen, maar wel iets wat je met mensen om je heen kan doen. Namelijk erover praten. Tot aan halverwege daar, blijf daar maar staan, niet eens stap dichterbij. Tot aan halverwege daar, sta jij wel goed en wacht tot ik zeg dat je weer mag. Heel hartelijk applaus, dankjewel. Dank jullie wel. En Jan-Jaap van Peterstraat, mag ik jou ook vragen om aan deze tafel plaats te nemen? Want wij gaan doorpraten met Paul Verhagen en deze nieuwe gast. Jan-Jaap van Peterstraat is pastoor in Alkmaar. Nog niet zo lang, want daarvoor was u op een andere locatie. In Heemstede. In Heemstede. En u bent ook wel bekend als de Twitter-pastoor. Er zijn er meer. Ja. Maar ik heb wat volgers vergaderd. Ja, wat volgers vergaard. En hoeveel zijn dat er inmiddels? Een kleine 10.000. Ja, dus dat zijn de mensen die u af en toe een ander inzicht kan voorschotelen.
Hoe heeft u naar het gesprek van de twee psychiaters geluisterd? Ja, met heel veel interesse. Een van de realiteiten waar natuurlijk over gesproken is, is ja, onmacht van de psychiatrie. Moeilijke toegankelijkheid van de GGZ. En dat is ook een realiteit waar we in de kerk veel mee te maken hebben. We leven in een samenleving waar heel weinig plek is voor mensen die niet aan de norm voldoen. Wat die norm dan is, dat is inderdaad een interessant debat. Ik denk, die norm, dat is een lege stoel. Daar is geen concreet mens die je daarop kan zetten. Maar die zie je wel veel in de kerk, omdat dat toch een plek is waar ja, traditioneel mensen welkom zijn en gemeenschap kunnen vinden. En we hebben het ook gehad over, ja, het is ook een plek waar het instrumentele aspect veel minder speelt. Herkent u wat mevrouw Tamara dan net als laatste liedje had? Eigenlijk dat er best wel wat schaamte moet worden overwonnen voordat je iets deelt met anderen wat je misschien niet beschouwt als normaal? Een van de moeilijkste dingen om te zijn is kwetsbaar. Terwijl we het allemaal zijn. Dat klinkt misschien apart, maar een van de meest troostrijke theologische uitspraken van de kerk is die van de zondeval. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gewild en erkend en geliefd, maar ook gebroken. Er zijn allemaal dingen in ons stuk. Ik vond het ook heel mooi, dat onderzoek over de genetica, ons brein. De gebrokenheid hoort bij onze menselijke existentie. Tegelijkertijd, de samenleving zegt dat we het beter moeten doen. We zeggen tegen onszelf dat we het beter moeten doen. Geen strengere slavendrijver dan onszelf. De economie is daarop ingericht. De gig economy, vroeger had je een baas die zei dat je je moest gedragen. Nu moet je jezelf dwingen. Dat is nog ellendiger. Ik sta er niet van te kijken dat de een na de ander met rokende motor langs de kant van de weg staat. Daar sta ik echt niet van te kijken. Het is natuurlijk een oude bekende van Foucault, hè, de religie. Ja, waarbij Foucault natuurlijk de institutionele kant van de religie bekijkt. Als een van de drie disciplinerende organisaties binnen de maatschappij. Omdat religie dan toch ook eeuwenlang bijgedragen heeft tot een bepaalde opgelegde normaliteit. Nu, wat dat betreft kan ik even aansluiten bij wat u net komt te zeggen op twee aspecten. Het is inderdaad zo geweest, en dat is toch wel heel opvallend, dat wij in het Westen eeuwenlang ervan uitgegaan zijn dat wij onvolkomen zijn, dat perfectie niet van deze wereld is. En dat werd dan deels religieus ingevuld, maar het was ook ruimer dan dat. Dus dat idee van imperfectie, ja, dat was een gegevenheid. En om een of andere vreemde reden, vanaf pakweg het laatste kwartaal van de vorige eeuw, verandert dat in iets compleet anders. Verandert dat in het idee van, ja, maakbaarheid betekent eigenlijk dat iedereen nagenoeg perfect kan zijn. En dat je daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. En als het dan niet lukt, dan is het je eigen schuld. Want dan heb je eigenlijk niet genoeg je best gedaan, de foute keuzes gemaakt, noem maar op. Maar dit is echt nieuw in de geschiedenis, voor zover mij bekend is, dat de eerste keer dat we vertrekken bij zo'n idee. En dat heeft dan ook een heel belangrijk gevolg, dan kom ik bij een tweede aspect wat u komt op te noemen, dat heeft dan ook een heel belangrijk gevolg op het vlak van de affectbeleving. Vanuit dat voorafgaand idee dat wij eigenlijk allemaal onvolkomen zijn of waren, was het dominante affect schuldgevoel. En schuldgevoel zit eigenlijk van binnen. Dat schuldgevoel is dominant aanwezig, ook als er niemand kijkt. Met het nieuwe model, waarbij we niet alleen die maakbaarheid en die perfectie moeten bereiken, met dat nieuwe model moeten we het ook zichtbaar tonen aan de omgeving, ook ondertussen via de sociale media. En dat betekent op het ogenblik dat je faalt, dat het dominante gevoel niet langer schuld is, maar schaamte. Schaamte omwille van de blik van de ander, die we voortdurend verwachten. En we verwachten eigenlijk voortdurend dat die ander zal zien dat wij eigenlijk niet voldoen aan die hoogopgelegde norm. En dan krijg je zo'n nieuw fenomeen, dat is ondertussen ook al een psychiatrische diagnose, het impostersyndroom. Dus mensen die ervan overtuigd zijn dat de ander eigenlijk ziet dat ze het toch niet kunnen en dat ze door de mand zullen vallen. Ja, dat is wel vreemd, hè?
Maar u geeft wel een paar, interessante aanwijzingen. U zegt, we hebben eigenlijk ergens zo in die 20e eeuw... het eeuwenoude idee van onvolkomenheid, gebrokenheid... ingewisseld voor het totale idiote idee dat we allemaal volkomen kunnen worden. Dat we eigenlijk onze eigen god kunnen worden. Ja. En daarbovenop ook nog eens het begrip van schuld ingewisseld voor schaamte. Dus als je dat niet lukt, heb je het zelf misdaan. U beschrijft in uw boek ook een heel mooi voorbeeld. U komt een poster tegen. Geluk is een keuze. Ja. He, dat kan niet anders. In de kerk. In de kerk, notabene. Dat was ook wel interessant. Ja. Ik heb hem niet opgehangen. Je zou kunnen zeggen, pastoor in ons midden... het ontbreekt ons gewoon aan aanvaarding. Ja. Aanvaarding van wie wij zijn in al onze gebrokenheid. Ja. Ja, we zijn natuurlijk ook geroepen wel wat met onszelf te doen, met anderen te doen. Aanvaarding betekent natuurlijk niet alleen maar... nu ga ik toch weer even op het klassieke model zitten, ook door Foucault geduid. We zijn wel geroepen om goede mensen te zijn en ook om goed te zijn naar elkaar toe. Doen wij dat niet, mogen we op de weg worden gezet om daar toch te komen. Maar tegelijkertijd, je mag jezelf niet kwellen door je perfecte ik als een afgod op een podium te zetten. En dan denken, als ik daar maar genoeg voor neerkniel, voor mijn spookachtige perfectie, dan kom ik daar ooit. Want daar kom je niet. En hoe meer je jezelf kwelt met technieken en procedures om daar te komen, wat dat betreft, het was een afgrijselijk filmpje, de kwaliteitsmeting. Je krijgt daar koud van, hè? Het is volledig verontmenselijkt. Terwijl als je ziet waar voelen mensen zich wel bij, en ik praat met heel, ik ben een professionele prater en luisteraar. Waar voelen mensen zich wel bij? Dat ze gewoon met iemand kunnen praten, door iemand erkend worden. Dat er niet gelijk een oordeel op tafel ligt. Het pastorale gesprek, dat is niet per se een kerkelijk gesprek, maar is een gesprek dat geen specifieke doeleinden heeft. Het is een gesprek van erkenning. Je mag er zijn. Je verhaal mag er zijn. We gaan samen naar dat verhaal kijken. Ik ga niet zeggen dat dat een slecht verhaal is. Ook niet per se dat een goed verhaal is. Is dat wat u bovenop de psychiatrie zou kunnen bieden? Wat echt anders is als je het vanuit een religieus aspect benadert? Ik denk dat je zelfs het pastorale gesprek breder kan trekken dan enkel een religieus aspect. Een pastoraal gesprek kan natuurlijk geïnspireerd zijn. We hebben ook toegang tot een repertoire van tradities, van gebaren en symbolen die in zichzelf al krachtig zijn. We worden gestut door een gemeenschap. Een van de dingen waar we onszelf mee kwellen is de gedachte dat we er altijd zelf voor staan. Individualisme. Terwijl wat mensen gezond houdt, ook geestelijk gezond houdt en geestelijk beter kan maken, is de betrokkenheid op een geheel, ook erkend worden door dat geheel. Je zou een boek kunnen schrijven over de sociale dynamiek van een kerkkoor, bijvoorbeeld. Je zingt samen, dat is krachtig. Je ontmoet elkaar, en dat soms echt 20, 30 jaar lang. Je weet wat je aan elkaar hebt. Je wordt erkend. Dat is goed voor mensen. En dat hoeft natuurlijk niet enkel en alleen maar in een christelijke omgeving. Maar kerken zijn wel... krachtige partners daarin. Kan de psychiatrie wat van dat pastorale gesprek leren? Ja, er is daar zeker een wisselwerking tussen. Hè? Maar ik wil eventjes aansluiten, wat het nu net ter tafel komt, over het koor en het effect van samen zingen. We hebben het in het vorige gedeelte van het programma al gehad over die transitie waarin we ons bevinden en die spontane initiatieven die bottom-up ontstaan en die er eigenlijk voor zorgen dat mensen weer op een bepaalde manier in contact komen met elkaar. Ik weet niet wat hier bestaat, maar in mijn stad, in Gent, heeft iemand een aantal... nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, het idee opgevat van samen te zingen. En dat initiatief heette in het Frans Allez Chanter. En in eerste instantie was het vrij simpel. Er werd opgeroepen van, kijk, die avond op die plaats gaan we samen zingen. En we zingen een aantal teksten die ongeveer iedereen kent. En wie het niet kent, die krijgt wel een papiertje waar de tekst op staat. Dit is ondertussen een gigantisch succes.
Het volstaat dat iemand het initiatief lanceert van die avond in de Bijenloken, om 8 uur zijn we er. En we gaan een aantal Franse chansons zingen of we gaan een aantal Ierse ballades zingen, noem maar op. Er is plaats tekort. Maar dat leert ons dus iets, dat er een enorme honger is naar dit soort dingen. Ja, klopt, ja. En dat mensen inderdaad bereid zijn om zich rond een gemeenschappelijk iets te gaan organiseren. En dat ze daar heel veel, om een klassiek woord te gebruiken, heel veel deugd aan beleven. Ja, en dan is natuurlijk interessant de vraag, hebben we daar dan per se de religie voor nodig? Of helpt het om er een aantal dingen aan te ontlenen om die vervolgens ook in een meer civiele setting te gebruiken, zoals dat chansonvoorbeeld wat u geeft? Wel, het koorvoorbeeld is natuurlijk een voorbeeld waaruit blijkt dat je niet echt religie daarvoor nodig hebt. Nu, de kracht van religie ligt wat mij betreft op een ander vlak. Een van de hedendaagse problemen die ook een gevolg is van de marktwerking, is het verlies aan zinverlening. Als je zinverlening moet halen uit outputproductie en uit je bankrekening, ja, dan vrees ik dat uw zinverlening maar op een laag pitje zal staan. Nu, zinverlening is per definitie iets wat je in een groep doet. Zinverlening op je eentje kennen wij zeer goed in de psychiatrie. Kijk naar Jim, dat noemen we waanzin. Dat is zinverlening op je eentje. Het typische van zinverlening is dat je minstens met 3 moet zijn. Minstens met 3 om iets te kunnen maken. Dus de etymologische betekenis van religie, religare, is verbinden rond de collectieve zin. Dus daar is zeker een belangrijke taak weggelegd. Ja. En dan is dan toch de interessante vraag waarom de zeg maar, huidige moderne kerk dat klaarblijkelijk dat enorme gat niet kan besteden. Laten we het eens even in markttermen gebruiken. Daar ligt daar een enorme markt. Ja, ik ben ook theoloog. Hè. Marketing, dat is niet gelijk mijn achtergrond. We hebben zeker in Nederland, ja, we hadden het al over de meest ver-Amerikaanse samenleving. In ieder geval een zeer verindividualiseerde samenleving. En dat proces is ook heel snel gegaan. En daar zat ook zeker ook wel een element van afwijzing in. Zoals we het voor de jaren 60 deden, daar willen we niks meer mee te maken hebben. En dat gaat met een ferme zwiep over de schutting of de kliko in. En inmiddels komt men erachter dat je kan je emanciperen. En ja, wie zal ik zeggen om te zeggen dat emancipatie verkeerd is. Maar je kan jezelf ook stuk emanciperen. En ik denk dat we dat punt eigenlijk wel bereikt hebben. Als je van alles hebt vrijgemaakt, blijf je in je eentje over. En dat is nogal pover. En dan is opnieuw de vraag natuurlijk, wat kunt u ernaast of erboven zetten wat we met de psychiatrie en ook met de manier waarop we dat nu georganiseerd hebben eigenlijk niet kunnen, wat we missen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te investeren in organisaties, in gemeenschappen die plaatsgeven aan mensen ongeacht wie ze zijn en hoeveel ze presteren. Waar erkenning volledig is losgemaakt van je output. Van je status, van je maatschappelijke status. Van je status. En ook daarin zijn kerken toch denk ik wel een voorbeeld in die zin. Het zijn in zoverre unieke gemeenschappen dat je kan in een willekeurige parochie of lokale protestantse gemeente echt mensen van alle slag tegenkomen. In mijn werk, ik heb te maken met mensen van het woonwagencentrum. Ik heb te maken met mensen die achter een voordeur van 1,5 miljoen zitten. De een heeft het niet per se beter dan de ander. Omdat je met iedereen praat, hoor je ook over ieders kwetsbaarheid. Dat is geen andere kwetsbaarheid. De redenen waarom men lijdt kunnen anders zijn, maar iedereen is vatbaar voor dezelfde problemen. En die kun je in één gemeenschap samenbrengen. En dat is denk ik echt heel goed en heel positief. En het is in zoverre armoede dat je heel erg op zoek moet naar die plekken. En eigenlijk al goed ingevoerd moet zijn om ze te vinden. En dat is ook wel ik vind dat wel een zorg. Ik vind dat wel een zorg. Valt daarmee het psychisch lijden en het menselijk lijden samen? Is dat toch vergelijkbaar? Kunnen we bepaalde van die ontmoetingsplekken gebruiken om ook het psychisch lijden te verlichten? Ja, er is zonder de minste twijfel een flink deel van overlap tussen psychisch lijden en menselijk lijden. Dat bleek trouwens ook al
het genetische onderzoek, waarbij de kwetsbaarheid heel algemeen is en niet specifiek toegespitst is op één bepaalde psychische problematiek. Maar als u mij toelaat, zou ik even iets anders willen aan bod brengen. In het begin van uw laatste tussenkomst, waar ik mij voor een flink stuk bij kan aansluiten, hebt u op een bepaalde moment, zonder dat u dat besefte, het woord investeren gebruikt. We moeten meer investeren in. Ja? Ik blijf een Hollander. Nee, het gaat niet over het Hollands, want dat zal in Vlaanderen op dit ogenblik ook gebruikt worden. En dat is eigenlijk heel belangrijk, omdat dit een heel duidelijke illustratie is van hoe het vrije marktvertoog, het neoliberaal vertoog in ons taalgebruik geslopen is. Wat u eigenlijk bedoelde te zeggen, was dat we ons mee moeten engageren in een aantal van die zaken. Maar we hebben het over investeren. En dat betekent dat je onmiddellijk in die dialectiek en die logica zit. Op dit ogenblik ben ik samen met een aantal andere mensen, onder andere Jim van Os, een boekje aan het voorbereiden, waarin een aantal auteurs vanuit verschillende invalshoeken het effect van ons taalgebruik gaan bekijken. Hoe dat ons taal ons denken bepaalt en vanuit dat denken ons handelen. En een van de oefeningen die ik vaak aan mijn studenten geef, is dat ik hen een tekst geef uit een dagblad of uit een weekblad dat over een bepaald onderwerp gaat. En dan vraag ik hen met een hele marker alle economische termen aan te duiden. En als ze het klaar zijn, is het artikel heel gekleurd. Omdat er zoveel termen in zitten, bij onderwerpen waar het niks mee te maken heeft. Dus dit is eigenlijk een oproep om een soort taalhygiëne in te voeren. En om weer te zoeken naar betere woorden die eigenlijk een ander denken gaan installeren. Je zou eens moeten proberen voor te stellen dat we uit de teksten die handelen over zorg en psychiatrie, dat we daar alle markttermen uithalen en vervangen door nieuwe termen. Dan denk ik, heb je een ander beleid hoor. En dat is echt nodig. Dat is heel pragmatisch, maar het is ontzettend belangrijk. Het zit hem ook in onze taal. U zei, het zit hem ook in rituelen. En daar hebben we er nogal wat van. Die kunnen we eigenlijk ook herintroduceren. Ja, dat begint al heel eenvoudig. Wat zijn de best bezochte kerkelijke activiteiten? De meimaand in Den Bosch. Kaarsje opsteken bij de Zoete Moeder. Nou, dat doen er bergen. Meer dan er op zondag in de kerk komen. Meer dan er met kerstmis in de kerk komen. Het is een heel eenvoudig ritueel. Je hoeft er niet katholiek voor te zijn. Iedereen kan eraan meedoen. Er staat niemand aan de deur. Ho, u niet. Maar het is wel heel betekenisvol. Je mag even wat van jezelf, je vreugde, maar ook pijn, mag je neerleggen. Dat kaartje mag je even op de post doen. En je mag het zelf even loslaten. Wat zijn de best bezochte, zet ik even tussen aanhalingstekens, vieringen? Ja, de meezingvieringen voor kerst. Met de kerstliedjes die iedereen kent. Nou, ja. Staanplaatsen achterin. Ja, dus u geeft eigenlijk aan, wij hebben misschien één ding wel heel, heel nadrukkelijk, namelijk zonder aanzien des persoons. Iedereen doet mee, altijd toegankelijk, er wordt geen oordeel geveld. We hebben dat pastorale gesprek waarbij het vooral op luisteren aankomt en niet zozeer gaat over ergens naartoe werken of iemand beter of anders maken. In dat opzicht, het klinkt bijna raar om dat over religie te zeggen, is het bijna heel waardevrij in de structuur, in de vorm. Ik heb het even niet over achterliggende bedoelingen. Ik heb het even over de vorm. De meest basale motivatie van religie. En natuurlijk in elke religie, daar zit een normatieve schil omheen. En die is ook belangrijk, want een positieve... Elke religie die langer dan een generatie wil bestaan, heeft uitgesproken normen nodig. Maar de kern van elke religie is je gezien weten. Door iemand die groter is dan jij bent. Wiens liefde onvoorwaardelijk is. Die niet afgekocht moet worden. Door wie je je gezien mag weten en gehoord mag weten. Dat is de kern. Het komt eigenlijk in dat opzicht op heel veel klassieke aspecten uit. Waarvan we wel kunnen zeggen, want dat werd al een paar keer genoemd. Dat zit eigenlijk niet meer in ons gewoon maatschappelijk handelen. Dit soort ogenschijnlijk simpele zinnen
U heeft het al gezegd, het is allemaal vervangen door een economisch construct. Door de vraag of je iets toevoegt, of je waarde toevoegt, of er investering is. Ga ze maar door. Ja. In dat opzicht zou je bijna zeggen, we moeten ook terug naar een andere taal. Een taal die bijvoorbeeld gaat over waardigheid of over gezien worden. Ja. Dat u bij wijze van spreken niet alleen met uw studenten oefent wat er allemaal geel moet worden gemaakt, maar dat je een nieuwe taal introduceert. Ja, of minstens nadenkt over alternatieven. Welke alternatieve woorden die je kunt gebruiken. Maar sta mij toe van even terug te keren naar iets wat u in uw inleiding opgemerkt heeft over Foucault. Omdat ik dat heel mooi kan koppelen aan wat u juist komt te zeggen. In uw inleiding heeft u terecht gezegd dat Foucault het eigenlijk heeft in al zijn werken over die zaken die iedereen van ons angst inboezemen. En hoe dat we daarmee proberen om te gaan met die zaken die ons angst inboezemen. Ziekte, dood, waanzin, noem maar op. Nu hebben wij als soort collectief daar drie verschillende systemen voor ontwikkeld. En geen enkel van de drie werkte afdoende om antwoorden te vinden op die ons beangstigende vragen. We hebben in eerste instantie religie ontwikkeld. Niet noodzakelijk in eerste instantie, maar goed. We hebben religie ontwikkeld, we hebben kunst ontwikkeld en we hebben wetenschap ontwikkeld. En dat zijn drie systemen waarmee we antwoorden proberen te formuleren op die ontzettend beangstigende vragen waar we allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden. En geen enkel van de drie systemen volstaat. Er is geen enkel die eigenlijk een definitief antwoord kan bieden. En vandaar dat we heel vaak switchen van het ene naar het andere. En elk systeem heeft zijn waarde en heeft zijn functie. En wat we nu meegemaakt hebben, is dat alle drie systemen letterlijk vermarkt geworden zijn en verkocht geworden zijn. Religie ook, hè. Kijk maar naar Amerika. En daardoor werken ze niet meer. Dat is de ironie ervan. Dus we moeten terug die systemen ook een aparte functie geven. Want ze geven elk een verschillend antwoord. Interessant. Ja. En dan is natuurlijk wel de vraag, wat moet je doen om dat terug te vinden? Ja. Soms is het ook een toeval. Vrienden van mij die in Parijs wonen, die zien tegenwoordig door de staking dat niemand meer met de metro of het openbaar vervoer kan reizen. En het interessante is dat er in eerste instantie heel veel chagrijn loskwam. Ja. En maar na twee weken is er een nieuwe saamhorigheid ontstaan. Ja, klopt, Want iedereen loopt of gezamenlijk naar zijn werk of moet met elkaar poelen. En er is opeens een connectie en een gesprek waarvan ze zeggen dat is in jaren niet vertoond. Ja. Iedereen zat alleen maar zo op zijn telefoon in de metro. Juist, klopt. En we hebben nu een volstrekt levendige stad. Ja. Dus misschien moet je soms ook het toeval een beetje helpen. Bepaalde systemen gewoon. Het is een mooie illustratie van het feit dat als wij geconfronteerd worden als groep met een probleem, dat we dan ook gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken. En dit is eigenlijk wel een heel mooie illustratie daarvan. Want het is een dubbel probleem. Ze hebben het probleem van hun regering, dat ze niet veel mee opschieten. En ze hebben dan het probleem die wij nu ook hebben. En dus dan zie je plots dat die mensen zich gaan samenzetten en daar iets gaan creëren. En dat gebeurt wel vaker. Hè? Er zijn nog voorbeelden historisch gezien van hoe een collectief probleem plots voor een nieuwe samenhorigheid gaat zorgen. Ik ga eens even de laatste ronde met vragen vanuit het publiek kans geven om misschien toch nog iets toe te voegen of te verdiepen aan ons gesprek. We hebben op verschillende manieren gekeken naar de rol van normaliteit en afwijkendheid in de samenleving, de rol van de psychiatrie, de rol daarachterliggend van onze maatschappijopvatting, de economisering van die maatschappijopvatting, de troost die religie misschien ons kan bieden, de lessen die we uit de wetenschap en de kunst kunnen halen. Maar misschien is dat niet genoeg en heeft een van jullie daar nog een aanvullende opmerking of vraag over? Wie? Ik kom bij u. En zeg even wie u bent. Ik ben Astrid Ottenheim, ik ben komen bezig met passend onderwijs. Ik ben daar bestuurder ook van. En ik zie een hele erge toename in kinderen met een label en met een diagnostiek. Ik zie een vreselijke toename vooral ook in het speciaal onderwijs. Ja. En inderdaad, ik ben er helemaal mee eens dat we moeten investeren in de toekomst van kinderen en die veerkracht. Maar ik zie ook, het is niet alleen, ik zie ook onze manier van kijken is vooral gericht op factoren in het kind. En we vergeten vaak ook de oorzaken in de context. Ja. En soms denk ik wel eens, misschien is dat gedrag wat wij een label geven, wel een hele gezonde uiting van iets om te zeggen, het is niet oké. Ja. Ja, daar kan ik mij natuurlijk helemaal bij aansluiten. En ook op dat vlak zie je
dat er op dit ogenblik op beleidsniveau andere ideeën naar voren geschoven worden. In de uiteenzetting die Jim gehouden heeft, heeft hij erop gewezen dat jullie adviesraad dan toch een aantal verfrissende ideeën heeft op het vlak van gezondheidszorg. Als ik nu even kijk naar de Belgische equivalent ervan, kom ik aan twee voorbeelden. Het eerste is dat burn-out binnen die Belgische adviesraad, hoge adviesraad voor gezondheid, dat burn-out omschreven wordt als een gezonde reactie op een ziekmakende situatie. Dus dat is al een enorme verandering, hè, dat het op die manier beschreven wordt. Dat zal nog even duren voordat dat doorcijpelt naar beneden. Maar goed, de trend is gezet. En dat advies komt van een aantal deskundigen die in de verschillende universiteiten werkzaam zijn en wordt als unaniem advies geformuleerd. En een tweede, heel recent advies, is specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg, dat we de DSM moeten loslaten en naar een diagnostiek gaan die veel meer inzet op het procesgerichte, op het omgevingsfactor. Dus datgene wat u komt te zeggen. Dus dit zijn heel belangrijke geluiden die op niet onderaan komen in dit geval, maar die bovenaan komen. Dus nu moeten ze alleen nog inzakken. Ja, en ik denk ook essentieel, want we sluiten hier met kinderen buiten. Ja. En je krijgt dan een soort self-fulfilling prophecy, dat deze kinderen daadwerkelijk ziek worden. Ja, dat is zo. Ja. Dank u wel. Reactie, vraag van uw kant. Zeg even wie je bent. Ik ben Edo Rots, ik ben ervaringsdeskundige. Ja, het verbaast mij dat de priester hier, die zegt dat de stoel van de normaliteit leeg is. Omdat, ja, ik kan zo verzinnen dat op die stoel zit de geïnstitutionaliseerde voorspelbare herhaling. En volgens mij zijn de priesters daar de uitvinders van in de vorm van het ritueel. Het ritueel als het normaal. Als iets wat zich elke keer herhaalt, wat misschien zelfs wel troostrijk is. Ja, daar krijgen wij een goed gevoel en vertrouwen van. Dat we steeds in herhaling elkaar steeds weer kunnen herkennen. Ja, maar tegelijkertijd zijn het... wie is normaal? Kijk, als we uitgaan van toch iedereen zijn gebrokenheid met zich meedraagt. Wat is dan het concept van normaliteit? Iedereen draagt breuken met zich mee. De een is beter in het bedekken van de scheuren en breuken dan de ander. Dus vaak is het niet zichtbaar. We zetten ook een masker op naar buiten toe. Maar iedereen weet van zichzelf wat de sores zijn waar we onder te lijden hebben. Daar open over kunnen spreken, maar ook tegelijkertijd onze moeilijkheden bijvoorbeeld in rituele vorm uit handen kunnen geven, ja, kan ons verzoenen met die breuk. En tegelijkertijd weten we, die stoel van normaliteit, misschien zou ik eerder moeten zeggen de stoel van perfectie, waar we naar zouden willen streven, daar zit niemand op. Er is geen mens op aarde die op die stoel zit. Daar hadden we het ook niet over. Ja. Ik geloof wel wat u bedoelt te zeggen. Jullie misverstaan elkaar een beetje. Eigenlijk zegt u, er is die normaliteit die eigenlijk een grote mate van hoop in zich heeft. Door de rituelen, door het doorleven van bepaalde zaken. En dat zou het antwoord kunnen zijn dat eigenlijk al eeuwenlang door de kerk wordt gegeven. Ontbijten we, hebben we lunch, we gaan dineren. De hele dag zit vol met rituelen, voortdurend. En daarin misschien wel troostrijk. Herkennen we elkaar? Oh ja, zij doet dat ook, hij doet dat ook, wat leuk. En ja, dat is. Dus die stoel die is wel gevuld. Nou, mooi om juist ook bij die ogenschijnlijke simpele dingen die we allemaal doormaken stil te staan. Nu nog vragen of opmerkingen. Ik zie een paar mensen daarboven. Dan hol ik eventjes naar de linkerflank boven. Even kijken. Ik ga deze microfoon even uit handen geven, maar ik duik hem achterna als het een te lang betoog gaat worden. Dus zeg even wie u bent en wat uw vraag is. Ik ben Josje en ook ervaringsdeskundige. Wat ik me eigenlijk een beetje afvraag na deze avond is, we hebben het nu steeds gehad over disciplineren en over accepteren, maar nog niet zo erg over leren van gekte. Terwijl ik me wel kan voorstellen dat, of wat ik zelf ook eigenlijk merk, is dat sinds het niet gelukt is om mij te disciplineren in alle opzichten. Het wel gelukt is om heel veel te accepteren en ik daardoor ook veel wegen heb gevonden of veel oplossingen heb gevonden.
merk ik ook wel dat er mensen zijn die zichzelf normaal vinden. Dit gaat misschien wat lomper klinken dan ik het bedoel, maar die wel eens iets kunnen leren van mij en van mijn acceptatie, kwetsbaarheid. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk, zijn we misschien klaar maatschappelijk om te leren van gekte? Ja, ik denk dat ik daar een vrij makkelijk antwoord kan op formuleren. Ik dacht trouwens dat dat ook al aan bod gekomen was, zei het maar kort. Het wordt vandaag bon ton om ervaringsdeskundigen te betrekken bij opleidingen. En als ik kijk naar de opleiding die wij in Gent geven, in heel veel colleges, op bepaalde ogenblikken, bij bepaalde onderwerpen, halen wij mensen erbij die hun verhaal komen brengen, waar de studenten ook vragen kunnen aanstellen. Dat doen we nu ondertussen toch zeker al een jaar of 5, 6. Ook niet langer dan dat, maar goed, toch ondertussen 5, 6 jaar. En we horen aan de reacties van de studenten, die nog piepjong zijn, dat zij daar enorm veel uithalen. Dat ze op een andere manier gaan kijken en naar datgene wat wij als onderwijs geven. Een hele korte respons. Op zich de mooie vraag, mooi beantwoord. Ik geef hem even via u. Ja, dat hoorde ik inderdaad wel. Maar ik bedoel eigenlijk nog breder, niet alleen in de psychiatrie, ook in de maatschappij en bijvoorbeeld in deze zaal gaat het er toch allemaal ook heel normaal aan toe. En tot dit punt was het ook niet heel kwetsbaar per se, of tot het vorige punt misschien. Ik vraag me af of er misschien plek is, ook op dit soort plekken, voor wat meer gekte. Zeker als het over gekte gaat. Ik denk dat ik dat meer bedoelde. Nou, ik kijk de programma-samensteller aan om dat in de toekomst even rekening mee te houden. Misschien dat we dan ook even met u daarover moeten praten. Nog een korte respons van jullie kant over dit punt? Oké. Ik zag hier en daar nog één of twee vingers, klopt dat? De vragen zijn beantwoord. Eén dan, heel kort. U heeft de FNV-kant al benadrukt, dus... Volgens wie ik was, ik ben in 1980 hier naar Nederland gekomen als vluchteling uit Zuid-Afrika. En wat heel goed was van mijn ervaring in Zuid-Afrika, was het was een verschrikkelijk systeem onder apartheid, maar we hadden met z'n allen een droom. Een droom om een andere maatschappij, een droom om oplossen van dingen. En dat was een enorm verbindende factor. Ja, klopt. Wat ik vind dat wij missen in Nederland, al kan het meerdere dromen zijn, is wij dromen niet, we hebben gewoon niet voor ons ogen een idee van waar we heen gaan. En in het FNV-verband hebben we binnen de commissie Visie en Strategie geprobeerd 4 jaar lang te gaan nadenken over waar dromen we naar als werknemers in Nederland. Wat is de maatschappij waar wij in willen wonen? En ja, ik denk gewoon uit het gevoel van een soort volksgezondheid, dat het eigenlijk van heel groot belang is in Nederland dat wij weer gaan dromen. Ik vind het prachtig, dank u wel. Het was niet zozeer een vraag als wel een mooie oproep. En misschien een hele algemene conclusie op een avond waar we heel specifiek zijn begonnen met de rol van psychiatrie. Ik heb u helemaal over het hoofd gezien. U mag als laatste het woord. Ja, dat mag. Ik zou zeggen, Joke Smit, er is een land waar vrouwen willen wonen. Over dromen. Er zijn al dromen opgeschreven en dat is een prachtig pleidooi. Oké. Nou, ik zou zeggen, daar kan iedereen wel eens van leren. Dat lijkt me mooi. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken. Jim van Os ook. En dat geldt ook voor de muziek. Dank. Met name Paul ook dank voor de toelichting op jouw essay wat je hebt geschreven in opdracht van Nieuw Licht over normaliteit en andere afwijkingen. Dan wel de marktwerking. Het is vanaf nu te koop. Zo werkt dat dan ook wel weer. Ik wil je eigenlijk met één eindgedachte naar huis sturen. Ik ben op dit moment het boek Het Respijt van Primo Levi aan het lezen. Over zijn terugtocht uit de kampen. Hij overleeft Auschwitz. En dat boek gaat over alles behalve over normaal. Iedereen die uit die oorlog komt, of je nou soldaat bent of overlevende of noem het maar op, alles is alleen maar afwijkendheid. Ja. En het mooie is wat hij zegt, is dat daarin de waardigheid schuilt. En daarmee wil ik afsluiten. Dank jullie wel. Dank je wel.